Beste Zeewoldenaren, fijn dat jullie ervoor gekozen hebben om naar dit programma te gaan kijken. Het gaat allemaal om de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week, 14, 15 en 16 maart. Dat is belangrijk, want als we kijken naar wat er allemaal aan de hand is in de wereld, dan is stemrecht een van de belangrijkste verworvenheden van onze vrijheid en onze democratie. En het kan best zijn dat je al lang weet waarop je wil gaan stemmen. Maar mocht je een nieuwe stemmer zijn, net 18 plus, of een stemmer die normaal gesproken niet gaat stemmen, dan zou dit wel eens de uitzending voor jou kunnen zijn. Want we gaan je helpen. Lokale media en het georganiseerde bedrijfsleven organiseren een lijsttrekkersdebat. Ze zijn er allemaal, alle zes. Ik zou blijven kijken, want we gaan er een heel mooi programma van maken. Kom, ga met mij mee. Ze zitten er klaar voor. Hey, goedenavond. Dankjewel Wim voor deze introductie. Ik stel graag mijn collega voor, Martine Kruider. Al 20 jaar woont zij in het buitengebied van Zeewolde. Zij belandde hier als verslaggever voor een regionale krant en omroep. Ze is al jaren actief als medeoprichter van Stichting De Basis. En zij is, zoals zij dat zelf noemt, blijvend nieuwsgierig over alle mooie dingen die hier gebeuren in het dorp. Dankjewel Robert. En Robert Wij, die is sinds 2019 pas inwoner van Zeewolde. En hij is zelfstandig ondernemer in de automatisering. En ook nog eens gepassioneerd vrijwilliger bij de lokale omroep Zeewolde. En zoals je dat zelf zegt, jij noemt dat de beste integratiecursus die je kunt hebben in Zeewolde. Je bent pas Zeewoldenaar als je bij de LOS werkt. Oké, dus een beetje reclame dit, hè? Okay. Dus ook namens ons van harte welkom bij deze uitzending vanuit de Lux. Het debat tussen de lijsttrekkers van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. En we gaan natuurlijk even de lijsttrekkers aan u voorstellen. Ze zijn hier vanavond allemaal lichtelijk gespannen, maar wij ook een beetje, want voor ons is het ook nieuw natuurlijk. Dus we hopen dat we er vanavond met elkaar een mooie avond van gaan maken. En we hebben maar één doel, dat u aan het eind van deze avond weet of u wilt gaan stemmen. We beginnen bij Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde. Welkom. U mag applaudisseren even, ja. Wenda Westerhuis van D66. Tamara Baas, ChristenUnie. Yvonne van Bruggen, actief Zeewolde. En Gian de Jonge van het CDA. Angela Kriede van de VVD, dames en heren. De afgelopen periode konden mensen uit Zeewolde vragen indienen. Dat is gebeurd via de Zeewolde Actueel, maar ook via de lokale omroep. En daar is heel goed gebruik van gemaakt. Dus dit debat zal ook plaatsvinden aan de hand van de vragen die gesteld zijn vanuit ons eigen dorp. De vraagstellers zijn dan ook aanwezig vanavond hier om zelf hun vragen te kunnen stellen. En voor de relativerende noot van de avond, ja, daar kun je eigenlijk maar één iemand voor uitnodigen. En dat is Mannes Schoppink. Robert,
programma van vanavond. En last but not least natuurlijk onze burgemeester Gerrit-Jan Gorten. Het programma voor vanavond. We beginnen met 3 1-op-1 debatten. In elk 1-op-1 debat gaan 2 lijsttrekkers met elkaar debatteren over 1 onderwerp. De volgorde en de onderwerpen hebben zij zelf vastgesteld naar loting. En de onderwerpen die vanavond aan de orde zijn, gaat u vanzelf horen wat dat betreft. Aansluitend, in het tweede deel van het debat, gaan we met alle 6 lijsttrekkers gaan we over de 2 thema's spreken die centraal staan in onze verkiezingen. En dat is wonen, in de meest brede zin des woords. En natuurlijk burgerparticipatie. Na het debat is er voor alle lijsttrekkers 1 minuut de tijd om u als kiezer te overtuigen om hun stem op hun partij te geven. En dan zijn we alweer aan het einde van de avond gekomen. Al met al een heel programma. Nou. Wij hebben in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Nou, we hebben al heel veel applaus gehad. Dat gaan we niet nog een keer doen. Dat komt pas later. Stel ik voor, want anders blijven we klappen. En we hopen dat we met elkaar tot een goede avond kunnen komen, waarin we iedereen de ruimte geven om op zijn of haar uitgangspunten aan toe te komen in ieder geval. En we hopen ook dat we het netjes houden, want we zijn in Zwolle altijd aardig voor elkaar, dus dat willen we vanavond ook graag zo houden. En we hebben eigenlijk maar 1 doel, en dat is aan het eind van de avond dat Zwolle weet, dat is mijn partij. En om te beginnen, kunnen we maar met 1 iemand beginnen. Ik zei het net al even, de relativerende noot van de avond. Het podium is voor Manne Schoppink. Voor het eerst sinds 2006 een andere lijsttrekker, Sote Knetter. Het wordt geen Sonneveld, maar Zonneveld, ach, het scheelt maar 1 letter. Hij is de kroonprins van lijst nummer 1 en zo jong als hij is, vonden we er nog geen. Hij is bekend van het geven van bijles en niet te vergeten jeugd-EHBO, maar begin niet over het G-gebied, want dan is het een volwassen no. Bouwen is verder oké, maar dan toch wel mondjesmaat. En stop Lelystad Airport, of is dat iets waar Zeewolde helemaal niet over gaat? Behalve een lijsttrekker heeft Leefbaar ook een lijstduwer. En als iedereen op Winnie stemt, is zij weer geheel de uwe. Ach, je moet zo rekenen. Uiteindelijk is het iedere stem die telt. Vanavond echter aandacht voor de nummer 1 van Leefbaar Zeewolde, Tom Zonneveld. PvdA, Burgerbelang en Zeewolde Liberaal, ze vonden elkaar in actief Zeewolde allemaal. Ze hebben GroenLinks laten liggen, althans zo wordt beweerd. En dat heeft de jarenlange samenwerking toch ook wel een beetje bezeerd. Misschien zegt het wel des te meer dat het tijd is voor verandering. We hebben het immers over de toekomst van Zeewolde, die is in het geding. Actief Zeewolde doet het met de jeugdige Henk Parisius als running mate. En niet te vergeten Ruud Visser, dat is me een kandidatenlijst, zo wat heet. Op de achtergrond heb je altijd nog Kees Tijger, die vertelt wel hoe het moet. En zolang de kiezer nog geen flikker toch oproept, komt het met die zetels ook wel goed. Ze staat haar mannetje, het wordt vanavond echt geen ugge. Aandacht voor de nummer 1 van Actief Zeewolde, Yvonne van Bruggen. Het onderwerp van het eerste debat is zorg en welzijn. We gaan over naar een vraagster uit het dorp, mevrouw Didi van Klaarbergen. Ja, wel een goedenavond voor alle lijsttrekkers. Goedenavond. En dank voor het organiseren van dit debat op deze manier. Het krijgt een spitterend begin. Ik heb een vraag over de minimakorting van de WMO. Ze hebben ongetwijfeld allemaal de media de laatste tijd gevolgd en... Ik dacht, moet ik misschien voor de luisteraars of kijkers wel even zeggen waar het om gaat. Anders is het de abracadabra misschien. Prima. Als je gebruik maakt van een WMO-voorziening, dan betaal je in veel gevallen een eigen bijdrage van €19 per maand. En tot 1 januari was het zo dat dus mensen met minder goede inkomens, een inkomen van tot ongeveer 120% van de bijstandsnorm, dat die dat bedrag niet hoefden te betalen. Maar door een stemming vorig jaar in de Raad in maart is het zo dat nu per 1 januari dat veranderd kon worden en dat iedereen altijd die bijdrage moest betalen. Dat gaf best wel reuring in het dorp, of roering. En mensen hebben dus, dat heeft ook lijsttrekkers of überhaupt de partijen die nog aan bod zijn, bereikt, zodat ze aankondigden een motie in te gaan dienen. BMW kregen ook signalen en die hebben toen vrij recent hebben ze dat teruggedraaid per 1 januari.
Maar dat hebben ze teruggedraaid voor dit jaar. Er is niet duidelijk van, nou is het volledig van de baan. Bovendien zal 21 april, de eerste nieuwe raadsvergadering, dit onderwerp opnieuw aan bod komen. Eigenlijk is het een beslissing van de Raad en niet van BMW. Heel begrijpelijk dat ze dit hebben gedaan, maar goed. Dus mijn vraag aan de lijsttrekkers is, 1, hoe sta je daarin straks als het aan bod komt? En 2, dit komt uit een verordening, hè, waarin vorig jaar maart over is gestemd. Daar is die mogelijkheid gegeven om dat niet meer voor te zetten. Ermelo en Harderwijk hebben dat niet gedaan. Die hebben een abonnement ingediend erop. Die zijn gewoon doorgaan met betalen. Moet die verordening eigenlijk wel zo blijven? Wat willen jullie naar de toekomst? Het lijkt er vorig jaar een beetje doorgeslipt te zijn. Dus ik ben echt benieuwd hoe er ook naar de toekomst gekeken wordt met deze vraag. Ja, dankjewel. Een hele mooie en heldere vraag. Een goed moment om het aan de twee lijsttrekkers te vragen. Martine. Zeker. Tom Zonneveld van WVC Wolde. Zou je willen reageren, mevrouw van Klaarbergen? Ja, zeker. De korting van de WMO, die is tijdelijk teruggedraaid. Ja, ja, ga je er hard voor maken dat het zo blijft? Je zegt al gelukkig. Ja. Misschien kun je het verder toelichten. Nou, de bedoeling was natuurlijk eigenlijk dat er allerlei andere regelingen waren om te zorgen dat mensen die het niet kunnen betalen en daardoor geen zorg krijgen, dat die het via andere regelingen konden zorgen dat ze alsnog zorg konden krijgen. Nou, dat bleek niet zo te werken. Dan moet je het gewoon onmiddellijk terugdraaien. En dat heeft het college, wethouder Scheffer van Leefbaar, heeft dat ook gelukkig heel snel gehandeld en dat teruggedraaid. En voor Leefbaar is het allerbelangrijkste dat we zorgen dat mensen in ieder geval niet zorg gaan mijden vanwege zo'n eigen bijdrage. En als dat wel is, dan gaan we die eigen bijdrage niet invoeren. Maar als we het op een andere manier met een andere regeling ook kunnen oplossen, ja, dan zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar het belangrijkste is dat mensen geen zorg gaan mijden door de kosten. Geen zorg mijden en anders zoeken een alternatief. Precies. Mevrouw van Brugge? Klopt. Ik ben blij dat daarover begonnen wordt, over dit punt. Heel erg belangrijk. Vorig jaar zijn er van ruim 25 verordeningen teruggegaan naar 1. En dat was met name de heel technische verandering. Althans, zo werd het ook ingestoken op dat moment. En toen is ook letterlijk bij die commissievergadering zelfs nog gevraagd van, heeft dit gevolgen financieel voor inwoners? En toen is er overduidelijk door de toenmalige wethouder gezegd, nee, dit heeft absoluut geen financiële gevolgen. En achteraf blijkt dat nu wel. En nou, ik ben blij dat we hier de berichten over kregen van onze inwoners. Hè. Dat kon ons tenminste tot actie zetten. We hebben dat met een aantal fracties ook gelijk opgepakt en ons daarin verdiept en uitgezocht van, nou, dan moeten we heel snel handelen, zodat dat nog in de laatste raadsvergadering mee kon. Dat is ook gebeurd, dus wij hadden een motie voorbereid. En nou, gelukkig heel fijn dat het college daar gelijk op geacteerd heeft en de maatregelen genomen heeft, zodanig dat dat ook voor Zeewolde wordt teruggedraaid en de mensen geen schade financieel daarvan ondervinden. Maar goed, het geestelijk was natuurlijk al... Er is het een en ander al gebeurd hè, bij mensen, dus dat is heel treurig. Daar moeten we echt excuus voor maken. Dat zoiets kan gebeuren. Heel, heel naar. En nou, ook voor de toekomst zijn wij er absoluut voor. Waar wij erg voor staan is zorg en welzijn, het sociaal domein. Dat inwoners van Zeewolde de zorg krijgen die zij nodig hebben. Is daarmee de standpunt duidelijk? Dat we kunnen verwachten dat deze regeling van de baan is? Ik hoor niet helemaal een antwoord hoe men in de toekomst met die verordening doorgaat, of men daar iets aan wil doen of niet. Precies. Wat de bedoeling is namelijk, dat voor de zomer nog, komt er inderdaad... Sorry. Mevrouw van Brugge. Nee, maar de bedoeling is inderdaad dat voor de zomer, dat is ons ook verteld, dat voor de zomer nog de nieuwe verordening komt, zodanig dat het ook voor de toekomst vastgelegd is. Goed. En dat dat absoluut blijft. Stelt u dat en iets gerust, mevrouw Klaarbergen? En dan zullen we zeker aandacht aan schenken. Gaan ze daar allemaal? Ik ga nu naar meneer Zonneveld natuurlijk, want die mag ook nog een keer aan het woord. Nou, ik hoop dat het een antwoord is op uw vraag, maar ons uitgangspunt is dat niemand zorg moet mijden door de kosten. En ik heb die verordening nog niet gezien, dus ik kan dat nog niet beoordelen. Sowieso is het voor mij allemaal nieuw, dus ik zal er ook flink wat tijd in moeten steken om het voor de eerste keer te doorgronden, denk ik. Maar dat is in ieder geval het uitgangspunt die ik wel kan garanderen. En daarbij helpt natuurlijk dat we alerte burgers hebben die opkomen voor de mensen. Want ik heb begrepen dat er echt al mensen hebben gezegd, wij komen niet meer als we het zelf moeten betalen.
Dus wat dat betreft, dank u wel voor uw goede inbreng. Bent u tevreden zo met de antwoorden? Ja. Kunt u daarmee naar huis straks? Dat kan ik bijna. Fijn, fijn mevrouw Klaarweg. En we blijven ze volgen of ze het waarmaken. U moet ze zeker blijven volgen of ze het waarmaken. Dat is het allerbelangrijkste. Tijd voor de volgende vraag, denk ik. De volgende vraag, zeker. Actief Zeewolde wil een multicultureel centrum concreet maken. Actief Zeewolde? Ja. Excuses, dankjewel. Ja. Ja. Ik stond aan je kont te kijken namelijk. Ja. Heel goed. Ja. Actief Zeewolde die wil een multicultureel concreet maken. Waarom niet de Meermin? Nou, dat is de vraag. Waarom wel, waarom niet? Wat moet gebeuren? En dat was in de laatste raadsvergadering, bleek dat helaas, alleen dat was de commissievergadering, kwam het college met een plan tot verbouwing. Maar de hele participatie, het hele voortraject, de gesprekken met inwoners, gebruikers, alle verenigingen en organisaties, en ook onder andere de kerken, dat was vergeten. Dat, althans, men zei, dat gaan we daarna doen. Maar wat ons betreft is dat de omgedraaide wereld. Voordat je iets gaat verbouwen, dan ga je eerst inventariseren welke voorzieningen hebben wij in het dorp. Dan ga je het gesprek aan, is er voldoende ruimte? En wellicht kan bijvoorbeeld het kerkelijk centrum, de open haven of andere voorzieningen. Wat is er dadelijk in het nieuwe Baken aan ruimte? Nou, wat voor dat af te stoten, daar hebben we natuurlijk slechte ervaringen mee met Precies. de Gravenlijn. Daarover zo direct wat meer, hè, over de buurthuizen zelf. Ja, eerst even terug naar de hoofdvraag en nu wel bij Tom Zonneveld, Leefbaar Zeewolde. Hij was natuurlijk niet in de raad aanwezig toen dit behandeld werd, maar graag de reactie. Ja, nou ja, volgens mij is het niet waar dat er geen inspraak was, want er is wel degelijk aan mensen gevraagd waar zij de toekomst van het welzijnswerk in Zeewolde zien. Nou, er was overduidelijke meerderheid die zei dat is de Meermin, daar hoort het thuis. Er zijn een heleboel verenigingen en organisaties aangeschreven over hoe zij uitgenodigd tot een interview. Dit is al een project wat al heel lang loopt en wat dus iedere keer door andere partijen wordt tegengehouden. En daardoor komt dat welzijnswerk maar niet op gang. En wij willen heel graag dat welzijnswerk daar nu gewoon vaart achter zetten. En hoe bedoelt u tegengehouden? Wacht even hoor, ik wil even vragen. Hoe bedoelt u tegengehouden door andere partijen? Nou, als het aan Leefbaar had gelegen, dan hadden we 3 jaar geleden al dit plan voor elkaar gekregen. Maar iedere keer moest er weer iets anders of aanvullends. En nu is de laatste raad weer tegengehouden door andere partijen. Wij willen graag actie op het welzijnswerk, want het welzijnswerk is echt uitgekleed de afgelopen jaren. En daar moeten we echt mee aan de slag. En dat willen wij heel graag. Maar ik hoop dat andere partijen dat ook willen. Mevrouw van Brugge, uw reactie. Ja, meneer Zonneveld, wat u zegt, dat klopt niet. Dat staat letterlijk in de stukken dat de gesprekken met organisaties en instanties nog moet gaan plaatsvinden. Het staat er letterlijk in. En als u zegt, kunt u dan even aangeven, u zegt 3 jaar geleden hebben wij ons ook daar sterk van gemaakt. Mij staan geen stukken voor de geest om de Meermin te gaan verbouwen. Nou, dan zou ik even online terugkijken. Want het is zeker terug te vinden. Winnie Prins, die toen nog wethouder was, is hier ook heel druk mee bezig geweest. En dat heeft ze toen overgedragen aan Steven Scheffer, onze nieuwe wethouder nu. Dus daar zijn we echt al heel lang mee bezig. Maar ik zou zeggen, kijk het vooral even terug. En dan over de inspraak. Er is wel degelijk met allerlei organisaties gesproken. En ik kan in ieder geval wel zeggen dat de inspraak sowieso beter was dan bij het datacenter. Meneer Zonneveld, u gaat nu ineens een onderwerp aanspreken wat niet gaat over zorg en welzijn. Ja, maar ik vind dit wel heel erg gek dat mevrouw Van Brugge... We gaan even terug naar het thema en ik wil dan even inhaken op uw inspraak. We hebben het hier over jonge mensen ook die een plek moeten vinden, want mijn vraag daarover was eigenlijk... Jongeren veranderen nog alles van mening waar ze wel of niet zouden willen zijn. Dan gaan jullie straks iets inrichten en zeggen zij, dat is veel te netjes, gaan we toch niet naartoe. Ik heb ook gelezen in jullie programma, dat jullie graag wat meer voor kunst en cultuur, dat jongeren zich wat meer kunnen uiten. Ja. Is het dan ook niet wijs om eens met elkaar te kijken, wat wil de jeugd, omdat het zo vaak verandert dat je dat niet gaat bundelen, zo van zo moet het worden. Daar had ik meer zoiets van, waarom moet het allemaal zo per se zo worden? Snap je een beetje wat ik daarmee wil vragen? Nou, het is één plek, terwijl er zijn heel veel groepen jongeren die niet graag op één plek bij elkaar gezet willen worden. Nou, we hebben ook pas geleden met de jeugdraad gesproken. Dus de scholierenraad, moet ik zeggen. En die gaven aan dat ze heel erg op zoek waren naar verschillende plekken in het dorp waar ze gewoon fijn kunnen hangen, zeg maar. Ja. Waar het ook gewoon voor de omgeving geen overlast geeft. Dus daar moeten we ook zeker mee aan de slag. En daar willen we ook zeker mee aan de slag. Dus we hebben ook al tegen de scholierenraad gezegd dat we ook na de verkiezingen absoluut
nog een keer een gesprek willen. Want daar zitten gewoon echt hele goede ideeën. Top. Dus daar willen we heel graag mee bezig. Afronden denk ik nog een vraag aan mevrouw Van Brugge van Actief Zeewolde. Jongerenwerk, want daar zijn we eigenlijk een beetje naartoe gegaan. Moet dat nou over meerdere jaren gecommitteerd worden? En wat is belangrijker, accommodatie of werkers? Kan daar een keuze in gemaakt worden? Nee, daar kan geen keuze in gemaakt worden. Beiden is van groot belang. Beide prioriteit. Beide prioriteit. De jongeren moeten een honk hebben. En dan wel voldoen aan de eisen van deze tijd. Want ook de basement voldoet daar niet aan. Er moet goed jongerenwerk komen. En daarbij ook de mensen. Want we hebben duidelijk gezien, het gaat niet goed met onze jongeren. En dat is ons echt een grote zorg. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Nog even reageren op de basement? Ik denk dat we dat vooral aan de jongeren zelf moeten vragen of ze daar mee aan de slag willen. En dat gaan we ook zeker doen. Ja. Goed. Beide lijsttrekkers, hartelijk dank voor hartelijk jullie dank. Inbreng in dit eerste klap, debat. Ja, hoogste tijd voor de twee TikTok-filmpjes die door de twee partijen van deze lijsttrekkers zijn samengesteld. Ja, dat dacht ik al. Yvonne van Brugge, lijsttrekker Actief Zeewolde. Zeewolde is een jonge samenleving en daar willen wij graag voor aan de slag. We hebben die ambitie en zetten de schouders eronder om te zorgen voor betaalbare woningbouw van jong tot oud en met behoud van onze voorzieningen. En wat ons betreft moet het anders. Het roer moet om. Op 16 maart zijn er verkiezingen en aan u de keus. Leefbaar Zeewolde staat voor saamhorigheid en zorg voor elkaar. Wij durfden weerstand te bieden tegen het datacentrum toen de schade voor onze economie en milieu duidelijk werd. Wij zijn voor het bouwen van meer huizen, maar niet in de bossen. Wij zullen altijd blijven kiezen voor de inwoners en ondernemers van Zeewolde. En ons niet laten verleiden door de glitter en glamour van grote corporaties en nationale politiek. Zeewolde heeft een sterke lokale politiek nodig. Open, eerlijk en opkomend voor belangen van onze inwoners. Want jij wilt toch ook wonen in een leefbaar Zeewolde? Ja, dichtbij jou. Ik wil nog wel even één ding vragen. Het is niet helemaal gescript, maar hoe was dat nou om een TikTok te gaan maken? Ja, dat wil ik toch even weten. Voor mij was het vooral even de vraag, verticaal filmen. Normaal film ik altijd horizontaal, dus dat was even wennen. En ik vond het ook zo leuk dat iedereen dezelfde stem had. Heb je goed, ja. Dat heb je goed gedaan. Ja. Ja. Ik herkende die stem verder niet. Of zo, maar. En Yvonne, hoe was dat voor jou om, mevrouw Van Brugge, om bij de skatebaan te hangen? Ja, geweldig. Ja, goed, nou goed, daar kom ik op zich wel meer. Ja. Maar de TikTok was een hele ervaring. Dat heeft nachten wakker gelegen. Hoogste tijd voor het tweede debat. En dat zijn CDA, Egge-Jan de Jonge en Wenda Westerhuis van D66. Mannes. Hij was vorig jaar de meest besproken wethouder van het land. Het kon nauwelijks turbulenter. Hij beet zich helemaal vast in dat vermaledijde datacenter. In de krant en op social media kreeg hij de volle laag. Of dat nou helemaal terecht was, dat blijft natuurlijk de vraag. Misschien dat hij zich straks achter de oren krabt van was het dit allemaal waard? Heb ik mogelijk toch niet gewed op het verkeerde paard? Ondanks dat, en al waren er veel burgers die op hem scholden, laten we niet vergeten dat dit een wethouder was met een hart voor Zeewolde. Ondertussen kan hij zich geen zetelverlies permitteren. Waar gaat dit heen? De tijd gaat het ons binnen een week leren. Omarmt de kiezer hem of zegt hij, heer Graaf, het is gedaan met uw hoge sprongen. Mag ik uw aandacht voor de one and only lijsttrekker van het CDA, Egge-Jan de Jonge. In Zeewolde is zij hier de plaatselijke onderdaan van Sigrid Kaag. Bij verkiezingswinst maakt zij straks ook een dansje op tafel, net als daar in Den Haag. Bij het jeugdraaddebat behaalde haar partij met een secondante absolute meerderheid. Eens kijken hoe de lijsttrekker zich vanavond zelf heeft voorbereid. D66 noemt zich het redelijk alternatief, al zijn ze soms ook redelijk al te naïef. Voor het college van Zeewolde was de partij echter altijd heel lief. De coalitiepartijen lieten het nog wel eens afweten. D66 was de partij die een collegevoorstel juist wel welkom ging heten. Misschien is ze straks wel wethouder, wend daar maar aan. En anders moet ze straks maar op zoek naar een andere kaagbaan. Voor modder gooien en vliegen afvangen geeft deze dame zelden thuis. Hier is de lijsttrekker van D66, Wenda Westerhuis. APPLAUS.
Ja, daar kan je mee thuiskomen. Nou, we hebben een vraag ook voor jullie. In het kader van het debat over de verduurzaming hebben wij... Meneer De Jonge, ik ga u het woord geven. Ja, hallo. Ik heb een vraag over de leefbaarheid van ons dorp. Ik merk dat er nationaal steeds meer discussie is over houtstook. En de gevaren en de overlast die dat geeft. En ik heb de afgelopen periode eigenlijk lokaal geen activiteiten daarover gezien door de diverse partijen. Er staan wel wat opmerkingen over schone en gezonde lucht en dat soort dingen. Maar echte actie heb ik niet gezien. En de vraag is eigenlijk van wat gaan de diverse partijen de komende periode doen aan de hand van bijvoorbeeld een APV. Bouwbesluit geeft wat mogelijkheden om het houtstook te beperken of zelfs te verbieden. En ook de omgevingswet die eraan zit te komen. Die zal in de toekomst ook wat mogelijkheden geven om houtstook te beperken. Dus uw vraag concreet is? Wat gaan de partijen doen om mijn leefbaarheid te verbeteren? Mooie vraag. Eerste, Benda. Ja, dank u wel voor de vraag. Wij hebben eigenlijk de afgelopen jaren juist wel, zeker Wiebe heeft daar zich hard voor gemaakt om elke keer wel aandacht te vragen. Ook door mails van inwoners die best wel last hebben hiervan. Daaronder hebben wij nu wel kunnen bereiken dat er op de website al zeg maar vanuit RIVM is het volgens mij uit mijn hoofd, waarschuwing worden gegeven wanneer wel en niet te stoken. Dus dat kan je nu via de website van de gemeente al vinden. We zijn de wethouder Zuidhof stevig elke keer aan het bevragen van wanneer komt nou dat schone luchtakkoord wat wordt getekend. Heeft hij de laatste raadsvergadering heeft hij dat toegezegd dat ze daar echt mee aan de slag gaan en dat er iemand voor wordt ingezet. En wij denken zelf ook dat we echt ook wel moeten gaan kijken naar de manier van meten. Wij horen heel veel dat de overlast zeg maar op een bepaalde manier wordt gemeten. En dat de buren filters gaan aanleggen en niet de mensen die het stoken zelf. Nou, wij denken dat daar echt nog wel verbetering in kan komen. En de Westerhuis, D66, dankjewel. Egion De Jonge, CDA. Ja, het is eigenlijk weinig onderdeel van... Ja, ik kan me de vraagsteller bijna niet zien. Weinig onderdeel... Ik mag niet schuiven, dat was gezegd. Weinig onderdeel geweest van alle discussies, inderdaad. Volgens mij wel een van de vragen van Zeewolde Actueel ook. Daar hebben alle partijen van de week hun stelling erop. Maar dat mocht maar in 30 woorden, dus dat is heel beperkt. Ja, ik denk dat als gemeente we veel actiever moeten communiceren over zeg maar schone lucht. En veel actiever naar de inwoners moeten aangeven wanneer het wel en wanneer het absoluut niet kan. Want er zijn gewoon houtstook, zeg maar, dat is gewoon al bewezen. Hè. Dus we hoeven niet meer te zeggen tegen elkaar dat het op heel veel momenten, of heel veel momenten, op een aantal momenten gewoon slecht is voor de volksgezondheid. En ik denk dat we vooral die momenten aan moeten pakken om als gemeente veel actiever te communiceren naar onze inwoners. Nu kunt u echt gewoon niet stoken, want u bent ernstige overlast aan het veroorzaken. En daarnaast zijn wij niet voor een algeheel stookverbod, om ook maar even duidelijk te zijn. Want er zijn ook heel veel mensen die daar wel zeg maar, dat heel fijn vinden om ook gewoon dat stoken te kunnen blijven doen. Dus wij zijn niet voor een stookverbod. Maar hoe ziet u dat voor zich? Een website waarin staat nu stoken, wel stoken? Nou ja, als gemeente zullen veel, vooral als het weer zeg maar, daar aandacht voor vraagt. Hè, dus dat, bij bepaalde weersomstandigheden is het gewoon zo dat mensen gewoon die daar gevoelig voor zijn ernstige overlast kunnen ervaren van houtstook. Dat je er veel actiever inderdaad op communiceert van nu moet je inderdaad niet stoken. Op dit moment vandaag zijn de omstandigheden zo dat... Nou, heel af en toe in sommige kranten zie je die grafiekjes wel eens. Hè. Het is wel goed barbecue weer, het is niet goed dit weer, het is niet goed dat weer. Maar ik denk als gemeente moeten wij veel actiever daarin communiceren. En dan hebben we ook het astmafonds, en volgens mij hebben ze dat aan alle lijsttrekkers gedaan, ook aan ons gevraagd zeg maar, om daar als gemeente meer de regie in te nemen. Ik denk dat het een onderwerp is wat vooral steeds meer en meer, en inderdaad Ewout heeft aangekondigd daar binnenkort ook naar de gemeenteraad met een voorstel te komen, ook hoe we dat gaan doen. Dus dat zit echt in de pijplijn. Goed zo. Mevrouw Westerhuis, nog een reactie? Nee, het is een beetje aanvullend. Alleen wat ik wel wil zeggen is, er is al wel een website waar zeg maar, advies wordt gegeven over wel of niet te stoken. Die is via de website van de gemeente wel te vinden, maar dat is inderdaad wat de heer De Jonge ook zegt. Dat kan veel beter, veel actueler, zeg maar, actiever. En ook via de social media gewoon dat mensen weten te vinden wel of niet te stoken. Ja. Meneer De Jonge? Wat vindt u van deze beantwoording? Ja, redelijk vrijblijvend allemaal. Het is verzoek en het is voorlichting. Ik zou eigenlijk eerder willen dat er dus een verbod komt. Zeker gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot de problemen met de gas. We moeten allemaal versneld van het gas af. En wat ik zie dat mensen dan wat meer gaan stoken. Dat is ook wel logisch als je kijkt naar de gasprijs. Maar je zou ook bijvoorbeeld voor nieuwe woonwijken kunnen zeggen van... wij gaan een woonwijk ontwikkelen waar we... Geen houtstook toestaan.
komt goed uit dat u begint over gas en dat soort zaken, want daar gaan de volgende vragen over. Mooi bruggetje. Maar met, ja, dat heeft u fijn gedaan. Dank u wel daarvoor. Ja, en de Polderwijk is voorzien van een warmtenet. En daar is het eigenlijk een verplichting. Moet dat ook een verplichting worden voor de rest van het dorp? Mevrouw Westerhuis? Nee, wij vinden dat het in de Polderwijk ook niet altijd een verplichting moet zijn. Want er zijn inwoners of nou ja, misschien ook projectontwikkelaars die nog duurzamer kunnen verwarmen dan dat het nu het warmtenet kan. Goed, alleen je zit er 20 jaar aan vast, hè? Of 26 jaar aan ja, vast. Ja, alleen je moet wel zeg maar een afweging kunnen maken, zeker als het gaat om projecthuizen. Ja. Dat je dat, de warmte ook wel betaalbaar houdt voor die huizen. Dus dat is best wel een lastige afweging. We moeten straks van het gas af, dus hoe dan ook moeten er andere warmtebronnen komen. Dat geldt voor het hele dorp. In de Polderwijk is die aansluiting makkelijker omdat er al voorzieningen voor zijn. Maar we moeten straks echt goed kijken naar de andere wijken, hoe wij gaan verwarmen zonder het gas. En ik denk, hoe sneller, hoe beter. Meneer de Jonge, CDA, wat is uw standpunt daarin? Nee, aansluitplicht is eigenlijk niet wat je wil. Je wil mensen niet verplichten dat ze iets moeten afnemen. In de Polderwijk kennen we het nu inderdaad wel. En dat is ook de hele moeilijkheid met warmtenetten. We zullen allemaal van het gas af moeten. En dan moeten we ook eerlijk zijn dat iedereen op elektriciteit, dat gaat we nooit halen. Hè? Zeker niet op alle huizen. Dus we zullen ook met warmtenet en andere manieren van verwarming moeten gaan zoeken. En ik denk dat het een landelijke discussie is over hoe ga je dat dan vormgeven en moet je daar een aansluitplicht en hoe gaan we dat dan precies doen. Maar dat er warmtenetten moeten komen in Zeewolde is wel duidelijk. Omdat we gewoon niet de grond in kunnen met aquathermie of geothermie. Dat is gewoon hier niet, dat kan gewoon niet vanwege het grondwater. Dat wordt niet uitgesloten natuurlijk, want er zijn gemeentes waar boorsituaties zijn waar het wel mag. Wij zitten op grondwater, zeg maar. Heel kort zit grondwater, dus het mag gewoon niet. Maar zelfs gemeentes waar wel grondwater zit, ook ja, daar er zijn allerlei proeven geweest, inderdaad. Er zijn allerlei proeven geweest om te boren daardoorheen. Maar dat is wel best wel risicovol als je het grondwater daardoor raakt, zeg maar. Nou, dus ik denk dat echt nog wel heel ver weg is. Maar we zullen met warmtenetten, want anders gaan we er echt niet komen. Als iedereen zijn eigen huis op elektriciteit gaat doen, dan branden de leidingen de grond uit. Dus dat is hem ook niet. Dus we zullen in combinatie met warmtenetten, maar ook zeg maar, mensen wel de vrijheid geven, op vrije kavels bijvoorbeeld, om het wel te doen. Om wel zeg maar, die aansluitplicht te ontlopen en dus zelf te kiezen voor de manier van verwarming. Zo moeten we ze samen denken komen. Meneer de Jonge, hoe maakt u de inwoners het mogelijk om te verduurzamen zonder dat ze gelijk een enorme portemonnee moeten trekken? Nou, we hebben denk ik een heel actief in de afgelopen jaren zijn we bezig geweest met ons energieloket. Om aan te geven aan inwoners waar zitten voor hun zeg maar, de plekken waar zij nog stroom verliezen. Hè? Is dat isolatie? Nou, we hebben ook een warmtescans recentelijk gedaan. En daar is ook uit gebleken dat het eigenlijk voornamelijk op de ruiten zit. He, dus zo krijg je een beetje inzicht in waar kun je nou als inwoner op besparen en waar zijn nou die maatregelen. Het energieloket probeert je dan te helpen in advies daarin. En je ziet dat wordt er veel gebruik van gemaakt? Van nee, nog veel te weinig. En dat is dus wel de moeilijkheid. En hoe krijgen we die mensen nou de winkel in? Nou, daar zou je er bijvoorbeeld voor kunnen gaan kiezen om dat energieloket ook de wijk in te gaan brengen. Dus veel actiever, zeg maar, niet vanuit de standaardlocatie. Nu gaat hij verhuizen, hij zat in het Ravelijn waar we hem allemaal kennen. Hij gaat richting de bibliotheek in de toekomst. Dat we vanuit ook de wijk ingaan met mensen om gewoon bijna aanbellen te zeggen, waar kunt u op besparen? We hebben een energiescan voor uw huis uitgevoerd en u verliest heel veel warmte bijvoorbeeld op uw ramen. Bijvoorbeeld, en wat vindt mevrouw Westerhuis van D66? Nou, ik denk dat als wij het vergelijken met andere gemeenten in Zeewolde, hebben wij natuurlijk al redelijk geïsoleerde huizen. Het kan denk ik overal beter, maar dat zit hem niet alleen in het isoleren, maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen van nou, we doen een keer een extra trui aan. Je kan zelf ook bepalen hoeveel je stookt, hoe lang je doucht. Dus daarin kan je ook al zeg maar verduurzamen. Dat ligt soms ook in het gedrag van mensen zelf. En wij moeten zeker die duurzaamheidslening zeg maar, die er nu is blijven voeren. Wellicht kunnen we daarin zeg maar, nog wat voorwaarden zeg maar, vergemakkelijken zeg maar, om die stimulans te geven. En ik denk dat het echt wel zit ook in een stukje bewustwording van mensen. En juist ook nu door de stijging van de energieprijzen zullen mensen misschien nou ja, die stimulans nu nog wat harder voelen. En dan kunnen we op die manier nog weer beter inzetten om juist die verduurzaming nog harder in te zetten. Dankjewel. Lijkt op dit moment eigenlijk ook wel een interessante vraag om te beantwoorden. Als we naar warmtenetten moeten gaan en van het gas af moeten, waarom zijn dan de tarieven op warmtenetten gekoppeld aan de gasprijs? Is dat iets wat wij kunnen gaan beïnvloeden in een toekomstig warmtenet in Zeewolde? Nee, helaas is dat een regeling waarin wij ook wel vragen hebben gesteld aan ambtenaren duurzaamheid. Van wat doen jullie daaraan? Tuurlijk voeren ze wel gesprekken richting de warmtenetten van ja, hoe kunnen we dat doen?
het is een beetje een gekke maatregel dat je wil stoppen van het gas en dat je dat wel koppelt. Dat is iets waar we helaas geen invloed op hebben, maar waar we alleen wel van kunnen signaleren dat dat niet klopt. En nou ja, wij moeten dus eigenlijk ook gewoon gaan kijken van hoe kan je dan ook op een andere manier warmtebronnen zeg maar, gaan gebruiken. En in de jongen ligt dat wat betreft het CDA ook zeg maar buiten Zeewolde? Ja, helaas wel. Maar we hebben ook andere manieren gehad in het verleden hoe die koppeling vast zat. Het is altijd arbitrair. Nu zeggen we de gasprijs, dat moeten we absoluut niet doen. In het verleden was dat moeten we juist wel doen. Dus, maar het is een landelijke discussie, helaas wel. Want als je nu kijkt naar de Polderwijk, de mensen die daar wonen, ik ben er zelf ook onderdeel van. Ja, je bent behoorlijk in je kosten gestegen in de afgelopen periode en je kan niks. Je kan niet overstappen, je zit gewoon vast aan dat bedrijf. Aan ons is het denk ik om vooral te kijken met en natuurlijk kunnen we extra warmtebronnen toevoegen. Hoe kunnen we nou zorgen dat we het hele dorp zeg maar betaalbaar in die warmtetransitie krijgen en daar een gesprek over te voeren met verschillende aanbieders, want daar is er natuurlijk niet de enige in. Maar nu op dit moment voor ons in Zeewolde wel. U wil meer naar de burger toe en u heeft zoiets van de burger moet zelf ook misschien vanuit zichzelf wat meer op dat gebied gaan doen. Dus daarmee kunnen we het samenvatten, denk ik. Lijkt me ook. Hartelijk dank. Hartelijk dank. En tijd voor de TikTok-filmpjes. CDA wil dat er meer woningen worden gebouwd voor jongeren. Dat kan alleen maar als we de grond die eronder zit zorgen dat de jongeren daarvoor gemakkelijk aan kunnen komen, waardoor de hypotheek lager wordt. Dat betekent pachtgrond en niet meer koopgrond, want daardoor wordt de hypotheek goedkoper. Hier gaan we toch niet bouwen. Het CDA wil een gezelliger centrum met meer kroegjes, meer vertier en meer gebruik maken van het water. En dan moet dit lelijke gebouw weg. En laten we onze ogen niet sluiten voor de kansen die Almere biedt voor de gemeente Zeewolde. Het CDA Zeewolde, voor een veteranencafé, voor ook jonge veteranen. Soms denk je, het schiet hier allemaal niet op voor geen meter. Maar vergis je niet, dankzij de VVD blijft Zeewolde goed en wordt het zelfs beter. Sociale minima, middeninkomens, ze komen allemaal aan bod, potverdrie. Maar we kunnen het toch ook niet redden zonder de captains of industrie. Na 2 termijnen hield partijleider Wim van der Es het voor gezien. Maar gelukkig was er een prima vervangster en een frisse bovendien. Overdag houdt ze zich bezig met het geven van adviezen over je pensioen. En aan een raadscommissie voorzitten kun je haar ook rustig laten doen. Over al die vrouwelijke lijsttrekkers zullen we verder maar geen grapjes maken. Er zijn waarschijnlijk genoeg mannen die nog veel harder kwaken. Deze dame komt steeds meer uit haar schulp en wordt met de dag minder timide. Hier is de lijsttrekker van de VVD, Angela Hugriede. De ChristenUnie heeft dit jaar voor het eerst een vrouwelijk stemmenkanon, want Bron vertrekt bij de fractie, maar hopelijk de fractie niet bij de Bron. Op de lijst staan maar liefst 28 kandidaten die in het dorp bijeengescharreld zijn uit alle hoeken en gaten. Ze kunnen natuurlijk lang niet allemaal worden gekozen, zoveel zetels zijn er niet eens. Maar 1 of 2 zetels erbij, je weet het nooit, het kan na 16 maart zomaar opeens. De nieuwe lijsttrekker geeft pubers overdag les in maatschappijkunde en dan maar hopen dat ze een beetje opletten, anders is het ook maar zonde. Ouderen onder ons weten dat ze eerder raadslid is geweest, die voor alle maar rake opmerkingen zozeer wordt gevreesd. Tot voor kort zat ze ook nog bij de provincie, maar dat gaat niet samen helaas. Uw aandacht graag voor de nummer 1 van de ChristenUnie, Tamara Baas. En tijd voor het derde onderwerp en dat is de economische agenda. En hoe beter dan een ondernemer een vraag te laten stellen hier in het dorp. Guido Langendorg, eigenaar van Automatex in het Schepenveld. Goedenavond allemaal.
Ik heb een korte vraag en bestaat ook weer uit twee delen. Een georganiseerde bedrijfsleven heeft in de aanloop van deze verkiezing aangegeven dat er absoluut behoefte is aan een samenhangend beleid met betrekking tot de verdere economische ontwikkeling van Zeewolde. De laatste 10, 15 jaar is het beleid te zeer gericht geweest op de verkoop van grond. Onderschrijft uw partij deze visie? En hoe zou deze economische agenda er wat uw partij betreft uit moeten zien? Lijkt me een hele heldere vraag. Ik wil graag aan mevrouw Baas van de ChristenUnie vragen wat haar antwoord daarop is. Ja, dank u wel. Mooie vraag. Of er, als ik het goed begrijp, of er een samenhangend idee is wat wij hebben over de economische agenda. Nou, dat hebben wij zeker, want wij willen heel graag met ondernemers in gesprek om die samenhang te creëren. Wij denken, wij kunnen als politiek wel allerlei ideeën hebben over hoe onze economie eruit moet zien lokaal. Maar wij willen vooral voortbouwen op de behoefte die er is bij ondernemers. Natuurlijk hebben wij wel een voorkeur voor innovatieve bedrijven die vooral gericht zijn op de tech-industrie bijvoorbeeld. Of die heel erg gericht zijn op verduurzaming. Maar dat, nou ja, goed, dat willen we absoluut samen met ondernemers doen. Zodat we als Zeewolde daar met z'n allen op vooruit gaan. Wat bedoelt u dan concreet met dat willen we samen doen? Gaat u dan een bijeenkomst beleggen of gaat u langs of gaat u afspraken maken? Al die dingen. Al die dingen. Mevrouw Hukriede, VVD. Ja, dank u wel. Interessante vraag. We vinden dat het bedrijfsleven in Zeewolde al behoorlijk georganiseerd is. Vanzelf spreekt in de bedrijfskring, maar ook in de centrumondernemers. Op Trekkersveld wordt er gewerkt aan een BIS. En op die manier heb je wel zeg maar, de gremia om in ieder geval met elkaar aan tafel te zitten. Om te kijken van oké, wat willen die ondernemers dan zelf ook daadwerkelijk? Wat verwachten ze van ons? Waarmee kunnen ze geholpen worden? Een BIS is niet helemaal bekend, denk ik, wat dat is voor de luisteraars. Dat is de bedrijfsinvesteringszone. Die hebben we in het centrum, hebben we die al. En daarbij wordt er een bijdrage verlangd van alle ondernemers die in dat gebied zitten. En uit dat potje wat dan gecreëerd wordt en die geïnd wordt door de gemeente, daar kunnen zij dan extra dingen van doen voor hun, in het geval van het centrum, voor het centrum en dus voor de inwoners. En voor Trekkersveld zou dat dus kunnen resulteren bijvoorbeeld in een gemeenschappelijke bedrijventreinbeveiliging, om maar wat te noemen. Maar ook in het upgraden van het Trekkersveld doordat de bewegwijzering uniform wordt en dat soort zaken. Maar daarmee heb je ook meteen ook daadwerkelijk wel een aanspreekpunt en een gesprekspartner waarmee je gewoon goed de neuzen dezelfde kant op kunt zetten. Daarnaast denk ik dat de gebiedsagenda een heel goed middel is. Hè. De bedrijfskringen zoeken elkaar al heel veel op in Zeewolde, Ermelo en Harderwijk. Met de gebiedsagenda ga je dat ook als gemeente zeg maar, wat breder doen. En wij denken dat we daarmee ook daadwerkelijk het bedrijfsleven in dat opzicht kunnen ondersteunen. En zijn dus ook verbaasd dat de ChristenUnie tegen de gebiedsagenda gestemd heeft. Wilt u daarop reageren? Zeker wil ik daarop reageren. Ik ben in ieder geval heel blij om te horen dat de VVD eigenlijk net zoals wij samen met ondernemers verder wil kijken naar de ontwikkeling van de bedrijvigheid in Zeewolde. En als het gaat over de gebiedsagenda, dan zijn wij helemaal niet tegen samenwerking. En als u dat idee heeft gekregen, dan zijn wij of niet duidelijk geweest of u heeft ons niet goed begrepen. Waar wij op tegen zijn als het gaat over de gebiedsagenda, gaat het echt over het onderdeel wonen. Maar als het gaat over de economie, economische samenwerking en toerisme, dan is samenwerken met de overkant van het water ontzettend goed idee juist. Zullen we even vragen wat de ondernemer tot nu toe van deze antwoorden vindt? Ik hoor heel veel over samenwerking en dat is prachtig. Maar ik hoor niks over dat het verkoop van het grondgebied dat even stopt en alleen maar focus gegeven wordt op de bestaande bedrijfsleven en het uitbreiden van het bestaande bedrijfsleven. Van die vraag weet ik niet precies wat u bedoelt. De achtergrond van de vraag is eigenlijk, we zijn gewend om grond te verkopen hier. Ja. En daarmee komen er wel nieuwe bedrijven. Maar is er nu een samenhangend beleid behoudens het verkopen van nieuwe grond aan nieuwe bedrijven? Nou, wij hebben wel aangegeven dat we het prettig zouden vinden om inderdaad meer van de kwantiteit naar de kwaliteit te gaan. En om daarmee te gaan naar het meer kennisintensieve bedrijven en bedrijven die aansluiten ook bij onze beroepsbevolking hè, die in Zeewolde woont, zodat er ook minder werknemers naar buiten Zeewolde gaan voor hun werk en daadwerkelijk ook hier aan de slag kunnen. Dus wat dat betreft deel ik inderdaad die mening helemaal. Okay. Mevrouw Baas? Ja, ik denk inderdaad ook dat voor ons op dezelfde manier geldt. Het gaat ons erom dat we eerst kijken waar is behoefte aan en dan gaat het inderdaad
over arbeidsmarkt, scholing, maar ook aan inwoners. Dat dat ook goed op elkaar aansluit. En dat we, als we dat helder hebben, dat we daarop acquisitie gaan voeren. In die volgorde. Is het iets meer in uw richting dat u toch een soort van tevreden... Beetje. Beetje. Nou, een beetje zou ik het wel voor doen, hoor. Want zo kort is de tijd ook maar... Een beetje goed is ook goed, hè, in dit geval. Zeker. Ja. Zullen wij van het trekkersveld dan even doorgaan naar het centrum met jullie welnemen? We hebben ook een aantal signalen gehoord dat de veranderingen in de retail en het koopgedrag natuurlijk zo snel gaan dat vergaande plannen voor de vitalisering van ons centrum echt noodzakelijk zijn. Nou, pap en nat houden zijn dus niet voldoende om dat centrum maar aan de praat te houden eigenlijk. Het moet het kloppend hart van Zeewolde worden. Dat is tenminste wat wij hebben opgevangen. Deelt uw partij deze visie en hoe zullen we dit nou eens gaan aanpakken? Mevrouw Heukenriede van de VVD. Nou, die visie die delen wij zeker. En dat begint natuurlijk met de aantrekkelijkheid van het centrum, maar ook met dat de inwoners ook meer naar dat centrum toe gaan en meer lokaal kopen. In de afgelopen 2 jaar hebben we gezien dat de centrumondernemers echt ook wel hun benen hebben bijgetrokken, om het maar zo te zeggen, om echt wel hun moeite te doen om ook de inwoners van Zeewolde te bereiken. Maar we hebben ook gezien dat de inwoners wel meer hun best doen om ook daadwerkelijk het lokaal te gaan doen. En ik hoop een beetje dat dat momentum ook wel gepakt blijft worden, om het maar zo te zeggen. En ik begrijp dat ze het heel moeilijk hebben. En we hebben hele lastige tijden achter de rug. En ik denk dat we ook nog wel hele lastige tijden krijgen. Maar als ik naar andere steden kijk, hè, als ik naar een Harderwijk kijk of naar een Amersfoort, dan denk ik dat we in Zeewolde relatief weinig leegstand hebben. En dan hoop ik dat we dat ook op die manier wel houden. En ja, en ik denk dat we gewoon ook echt wel onze centrumondernemers moeten ondersteunen. En dat dus ook een groei van Zeewolde nodig is om ook de ondernemers daar te kunnen laten blijven ondernemen. Mevrouw Baas, een van jullie plannen is ook om woningen in plaats van winkels te laten switchen, als ik het zo mag zeggen. De bestemming. Hè? De bestemming wordt dan veranderd. Ja. Denkt u dat dat te goede zal komen aan een leefbaarder centrum? Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf waar je die woningen dan doet. We willen echt wel kijken dat het centrum is. Zodat je bijvoorbeeld de Torenstraat, zeg maar, dat je die verandert in hoe het nu is. En dat je dat winkelgebied meer het centrum intrekt. Zodat het meer geconcentreerd raakt. En als het gaat over de verandering van de markt. Ja, de ondernemers. Een ondernemer zou geen ondernemer zijn als hij niet inspeelt op die verandering natuurlijk. Dus wij hebben er ontzettend veel vertrouwen in dat ondernemers daartoe in staat zijn. Dat hebben ze ook de afgelopen 2 jaar laten zien, denk ik. Dus concentratie is wat dat betreft een goed ding wat u betreft? Ja, denk ik wel, ja. En mevrouw Heukenriede, wat maakt nu Zeewolde een kloppend hart? Daar kom ik zo op. Maar als ik even, want dat je zeg maar wonen en winkels combineert, hè, daarmee haal je zeker levendigheid naar het centrum. Als je daar ook gewoon meer mensen en meer jongeren hebt wonen. Hè. We zien ook al dat pand op de parkeerplaats achter de fietsmaker, om het maar zo te zeggen. Maar juist de Torenstraat, daarvoor is hard gestreden om dat juist de winkelstraat te laten houden. En nou ja, we krijgen volgens mij hele mooie woningen boven de Ravelijn, waarmee je de winkels hebt en de woningen. En hopelijk is dat een stimulans om inderdaad ook jongeren te krijgen. En ik zag net nog een TikTok van iemand die het gebouw ervoor dan om wilde laten gooien. Dus dan heb je ook precies. Levendig uitzicht. Dat is aan de overkant, dus heb je meteen een prachtig uitzicht inderdaad. Terug naar de vraag. Het kloppend hart, hè? Ja, het kloppend hart. Ja. Dat is dan toch om het op het Kerkplein bijvoorbeeld meer horeca te hebben, maar ook een streekmarkt te gaan houden. Om ook je koppeling te maken met vanzelfsprekend het buitengebied. Dat is één. En toch ook de ondernemers vrijer te laten in de uitstalling, maar ook in dat je ook horeca en ondernemingen of winkels niet zo sterk scheidt. Hè? Dus dat je hebt meer een vermenging van functies. Dus dat als je hier bij de Luxe zit en je denkt, nou, dat is een leuke tafel. Dat je hem niet meteen onder je arm meeneemt, maar eerst kan afrekenen en dan een paar dagen later kan komen halen, zodat je nog wel even je diner af kan maken. Ja, ja. Goed, hartelijk dank voor de bijdrage, beide dames, voor dit onderwerp. Daarmee is jullie zijn ook bezig gegaan met jullie creatieve... Het is zo goed dat we met z'n tweeën zijn. Ja, met je creatieve inbreng. Want die vorige TikToks, toen werd er bijna gedanst. Dat hebben jullie niet gezien thuis. Maar er werd gedanst op de TikToks van de vorige partijen. Dus ik ben heel benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren als de camera uit is en de TikTok begint. Juist. Nou, dat wordt in het midden gelaten, denk ik. Zo te horen.
Of wou je nog reageren? Nee hoor, ik ben net zo nieuwsgierig. Ja, mooi zo. Goed zo. Goed. Nou, daarmee zijn we denk ik aan het derde 1-op-1 debat zijn we tot een einde gekomen. Ja. Is het voor jou duidelijk wat er gaat gebeuren met dat centrum nu? Nou, ik vond het al leuk in Zeewolde, maar het wordt alleen maar leuker. Hè? Dat is een beetje wat jullie ons beloven. Dus en het kloppend hart, dat komt er ook wel. Het is er al wel, het moet toch even iets harder, ja, toch? Precies. Goed zo. Een beetje reanimatie. Zo is het. Zo af en toe. Zo is het. Mooi zo. Gaan we zo direct naar het hoofddebat voor alle 6 lijsttrekkers. Maar natuurlijk nu eerst collega Mannes. De TikTok. Ach, de TikTok. Ja, de TikTok. Dank u wel. Ja, ja. Zo handig. Wat wij ook belangrijk vinden is samenrechten. Deze doos staat symbool voor het tekort aan een aantal woningen dat er is in Zeewolde. En vooral ook dan het tekort voor jongeren. We willen ook heel graag dat de woningen niet in het bos terechtkomen. En we willen heel graag aan de slag met mentale weerbaarheid van jongeren. Want wij denken dat het hard nodig is. Ik ben Angela Hukriede, nummer 1 van de VVD Zeewolde. Ik ga aan de slag voor groei en woningbouw in Zeewolde. Voor iedereen, zodat jong en oud, zelfstandig kunnen wonen. 16 maart, kies VVD. Voor het hoofddebat zijn er vanavond 2 onderwerpen, wonen en participeren. Wonen is een recht, wonen is een gevoel, een warm gevoel. Wonen betekent een eigen plek. Groot wonen, klein wonen, vrij wonen, samen wonen, op kamers wonen, op jezelf wonen, in een kast van een huis wonen, in een flat wonen, afgelegen wonen, in een glazen huis wonen, in iemands hart wonen, iemand weten te wonen, ik weet waar je huis woont. We willen allemaal ergens wonen, maar dan moet dat wel kunnen. Wonen vraagt om een antwoord, want wonen staat onder druk. Grote druk. Graag horen we vanavond een aanzet tot een Zeewolder antwoord. Aan de lijsttrekkers het woord. Daarbij willen we heldere taal. Want zoals de roemruchte Amsterdamse wethouder Jan Sjever al zei, in gelul kun je niet wonen. Ja. Participeren. Als een kind op het schoolplein huilt, zijn de 2 hoofdoorzaken dat het kind gevallen is of dat het kind niet mag meedoen. Ik mag niet meedoen. Kinderen willen graag meedoen. Dat zit er al van jongs af aan in. Bij volwassenen is dat niet anders. Die willen ook graag meedoen. Alleen spreek je dan niet over meedoen, maar over participeren. Burgerparticipatie, om het deftig te zeggen. Iedereen roept het wel, maar wat betekent dat nu precies? Er wordt op heel verschillende wijze invulling aangegeven. En dat is maar goed ook. Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn. Dan valt er iets te kiezen. We zijn heel benieuwd. We doen niet moeilijk vanavond. Alle lijsttrekkers mogen meedoen. Mannes, hartelijk dank. Hartelijk dank voor deze introductie van de 2 hoofdonderwerpen van dit hoofddebat. Ik hoop dat we straks nog onthouden wat je allemaal gezegd hebt over participatie. Maar we gaan beginnen met wonen. Martine. Ja, voor het onderwerp wonen hebben we vragen binnengekregen. En we hadden ook een meneer die vanavond de vraag zou komen stellen. Helaas heeft hij door privéomstandigheden moeten afmelden. Dus de vraag was of hij zelf de vraag wilde stellen. Nou, dat doen we natuurlijk graag. En het gaat om het volgende. Hoe staat het nu met de woonalternatieven voor 2-persoonshuishoudens die van hun te grote woning af willen? Hashtag doorstroming. Mijn vrouw en ik willen van de woning af, maar een goed alternatief is er niet. Een appartement is voor ons geen optie. Zelf nieuwbouwen is mogelijk, maar dan moeten wij een mega grote kavel kopen, groter dan 500 vierkante meter. Waarom geen kavels van rond de 300 vierkante meter of de mogelijkheid om een grote kavel te splitsen? En de vraag komt van Kok Koppian. Heel concreet, denk ik. Een rondje langs alle lijsttrekkers. Mag ik beginnen met Tom? Ja, nou, dat is inderdaad zo. Als je betaalbaar wil bouwen, en dat willen wij heel graag als Leefbaar, dan moet je natuurlijk niet alleen maar mega grote kavels hebben. Dus wij staan zeker open voor allerlei alternatieven. En dat kan zijn kavelsplitsen, zoals de vraagsteller voorstelt. Of small houses, tiny houses. In Lelystad is er een project Lars en Lily, met name voor jongeren en starters. Om zo op die manier betaalbare woningen neer te zetten. Dus ja, dat is wel hoe wij dat voor ons zien. Wende Westerhuis, D66.
Ja, ik denk dat we zeker goed moeten kijken naar de initiatieven die er worden aangebracht. Hè. Dit is een van, er zijn wel meerdere initiatieven die, die goed tot z'n recht kunnen komen om aan die vraag te voorzien en ook juist die doorstromingen te bevorderen. Want het is niet alleen bouwen aan de onderkant wat heel belangrijk is, maar die doorstroming is daarin ook nodig. En ja, het splitsen van de kavel is een optie. En dat is ook heel hartstikke goed. Alleen ik denk dat we ook wel een kanttekening moeten maken dat we dat wel over na moeten denken. Dat we niet zeg maar allemaal postzegeltjes krijgen, dat daar zeg maar wel een soort van voorwaarden aan zitten. Dat het dan wel een geheel blijft in, in die wijk, zeg maar. Dus mogelijkheden zeker, moeten we ook absoluut naar kijken. Maar wel zorgen dat je ook zeg maar je structuren en je dorpsaangezichten behoudt. Mevrouw Baas, ChristenUnie. Dank u. Ik wou meneer de voorzitter zeggen. Die zit achter mij. Ja, inderdaad. Ja. Het zijn van die ingesleten gewoontes. Ja. Het is een fantastische vraag. Ik zat vorige week zat ik met Jan Pol te praten en die kwam precies ook met dit idee. Dat het heel belangrijk is inderdaad om voor juist... Voor de kijkers thuis, wie is die meneer? Jan Pol is een van onze makelaars in Zeewolde. En niet alleen makelaar, maar ook projectontwikkelaar. Juist. Van Hol en Pol. Maar ik wil natuurlijk geen reclame maken. Ik wou zeggen, dan moet je al die anderen ook zeggen. Die anderen ook allemaal. Ja, nou krijgen we het niet uit ons hoofd. En dat soort maar daar gaat het niet om. Ik hoorde precies dat idee inderdaad van mensen die... nu in een grote eengezinswoning wonen en graag door willen stromen, maar inderdaad niet in een appartement en ook niet naar een, naar een hele grote kavel. Bijvoorbeeld iemand, mensen die in Zuid wonen en die eigenlijk ook niet uit Zuid weg willen. Er zijn natuurlijk wel stukjes grond waar je dat soort kleinere kavels heel goed zou kunnen ontwikkelen. Zodat mensen wel in hun eigen wijk kunnen blijven wonen, want Zuid is natuurlijk gewoon een prachtige wijk. We hebben meer mooie wijken, maar Zuid is toch gewoon een heel mooie wijk. En zo kun je op die manier wel plekken creëren in Zeewolde, waar dus kleinere kavels ontwikkeld kunnen worden, wat ons betreft. Mevrouw Kriede. Dank u wel. Op zich denk ik dat het goed is om juist heel divers te blijven bouwen. Dus inderdaad, grote kavels, kleine kavels, voor jong, voor oud en eigenlijk voor iedereen die dat wil. Om op die manier een passende woning te krijgen. Ik denk dat we door de bevolkingsopbouw we ook dit probleem hebben. Hè. We hebben natuurlijk veel jonge gezinnen gekregen. En daar hebben we veel huizen van. Maar daarvan is het inderdaad wel handig dat ze doorstromen naar iets kleiners. En dat die huizen ook vrijkomen weer voor gezinnen. En daarmee helpt financiële situatie en de druk op de huizenmarkt natuurlijk helemaal niet. En dan moet je voor dat soort misschien wel onorthodoxe regelingen nu even gaan. Maar niet blijvend. Hè. Het kan niet zo zijn dat we een hele wijk neerzetten met inderdaad, zoals mevrouw Westerhuis zei, postzegels van percelen waarbij je straks over 10 jaar weer tegen een probleem aanloopt. En ik denk ook dat het wel in het bouwvolume zit. Hè. Wij gaan voor 250 woningen bouw per jaar, dat is het nu ook. Daar gaan we het straks over hebben, over dat onderwerp. Maar daar creëer je wel je doorstroom mee. Als je bouwt aan twee kanten, dan is het een soort treintje wat dan vanzelf gaat rijden. En ja, dat dus. Maar dan hoort u dat straks weer. Ja, zo is het. Straks nog een keer. De jongen. Dan moet ik opeens op 1 minuut gaan letten, dus dat staat er. Dus ik ga proberen zo snel mogelijk. Jij krijgt gewoon mee in het draaiboek. Precies, ik doe mee in het draaiboek. Okay. Nee, het begint met bouwvolume inderdaad. Want we kunnen wel zeggen, er moeten allemaal woningen bij. En ik hoorde dan Leefbaar Zeewolde zeggen, er moeten heel veel woningen bij komen. Voor dit en voor dat. En ja, maar jij wil bijna geen woningen extra hebben. Dus dan los het probleem van Nederland niet op. Als we alleen maar, zeg maar naar onszelf kijken voor onze eigen inwoners bouwen. We moeten echt structureel echt een behoorlijk aantal volume van woningen gaan bouwen. En natuurlijk in allerlei soorten, maar het begint ermee dat jongeren gewoon geen woning en geen hypotheek kunnen krijgen. Omdat er gewoon het geld gewoon niet beschikbaar is voor ze. Daar moet je dus naar kijken, hoe kun je nou onorthodox die jongeren helpen om ook daadwerkelijk aan een hypotheek te krijgen. En dat kan dus met pachten in plaats van koopgrond. Dat kan dus met garanten gaan staan voor de studieschuld van jongeren. Dat kan dus door meer regie te nemen bij woningbouwcorporaties. Gij zult gewoon gaan bouwen voor ons. En als het niet... u het niet kunt, dan gaan we het met anderen doen. Want we hebben gewoon veel meer woningen nodig, zeg maar, om die doorstroom te creëren. En dan heeft het niet mooie woorden. Meer woningen is duidelijk, hè? Dat is heel duidelijk. Maar de vraag, hè? Kavelsplitsen. Ja, de kavelsplitsen. Alles is goed. Als een van de mogelijkheden. Alles is goed,
Alleen we zullen onorthodoxer en meer tegen elkaar zeggen, ja, dat vind ik ook een leuke. We moeten gewoon actie nemen in plaats van praten. En ik ben heel blij wat mevrouw Baas zegt over in Zuid. Want dat betekent inbreiding, komen straks de participatie. En dan kan het niet zijn dat iedereen het naar de zin maakt. Ja. He, want in Zuid inderdaad, we moeten woningen in Zuid creëren. En in Noord, en in West, en in Oost. Want het rondom het centrum moet je woningen gaan creëren. En niet op één plek. Dus ik ben enorm blij met die toezegging dat we dus overal gaan bouwen. Goed zo. Een mooie conclusie, denk ik. Je hoort van alles. Ja, ik vind dat scherp, kijk of dat zo is. Graf van Brugge. Ja, ook actief Zeewolde. Actief Zeewolde. Ja, is voorstander van divers bouwen. En zeker ook tegemoetkomend aan de vraag die gesteld wordt. Er is natuurlijk ook een groep doorstromers in Zeewolde. Hè. Die komt nu precies in die leeftijdscategorie. Dus daar moeten we zeker kijken. Maar van belang is natuurlijk wel dat je het dorp goed opbouwt. Dat de structuur, hè, dat je daar bepaalde gebieden van tevoren voor vrijmaakt. En kijkt wat de mogelijkheden daarvoor zijn. En wat wij ook hele mooie mogelijkheden vinden, en zeker in het kader van participatie, zijn CPO-projecten. Waar mensen gezamenlijk het initiatief nemen en tot een nieuwe vorm van bouw op een bepaalde bouwkavel. Maar ook weer allemaal goede ideeën, ongetwijfeld, ieder op zich. Maar de concrete vraag, kavelsplitsen, is dat een goed idee? Dat is zeker een goed idee. Dat was de vraag. Ja. We beschermen hier de vraag stellen, meneer Koppens, dan maar. Ja, meneer Koppenjan, die gaan we dit natuurlijk terugsturen in de livestream, die je kunt terugkijken via de lokale omroep. Ja. Maar het is over het algemeen, het zijn wel allemaal mooie ideeën, maar ik wil zo graag weten waar dan ergens voor het eerst bijvoorbeeld een schop de grond in gaat, zodat er ook echt iets gebeurt. Oftewel, en ik hoorde hier, gaan we bouwen? Ik hoorde hier een soort tegenstelling en die wil ik graag even... Dan moeten we wel gaan bouwen. Nou, dus ik dacht, misschien wilt u daar even op reageren. Ja, zeker. Ja, nou, we hadden afgelopen week een interview samen bij Omroep Flevoland. En daarin dacht ik dat we juist wat dichter bij elkaar waren gekomen. Maar nu zet het CDA toch weer het beeld neer dat Leefbaar niet wil bouwen. Dat is gewoon niet waar. Nou, dan mag u nu even uitleggen aan ons hoe het dan zit. Hoe Leefbaar het voor zich ziet, is dat we het volume gaan maken in Oosterwold. Daar ligt de kans voor Zeewolde om volume te maken en om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de wooncrisis. En maar dat betekent dat je dan niet in Zeewolde woont, maar buiten Zeewolde in een ander dorp? Nou, we willen vooral in Zeewolde bouwen voor de jongeren en de starters in Zeewolde. En we willen buiten Zeewolde oplossen voor het landelijke wooncrisis. Want er wordt hier ook heel veel neergezet natuurlijk dat dit alleen maar een Zeewolde probleem is. Maar dat is niet waar. Dit is een landelijk probleem. Het was een debat met mij. Volgens mij mag ik reageren, Martine, dan? Want het zullen ging, we in die volgorde doen, inderdaad? Het ging namelijk over doorstromen. Hoe konden we doorstroom creëren? Ik heb echt geluisterd naar de vraag. En dat los je dus niet op door in Oosterwold te gaan bouwen op 20 minuten hier vandaan. En hoe kom je er dan? En hoe gaan die mensen die hier graag willen wonen dan in Oosterwold wonen? Kan ik net zo naar Almere gaan, kan ik net zo naar Lelystad gaan en kan ik net naar Harderwijk gaan? En daar lost het probleem niet op. Mensen willen in Zeewolde wonen. En dan moeten we ook hier weer huizen gaan bouwen en niet het probleem neerleggen. Ik ben het helemaal met u eens dat we het landelijk probleem ook in Oosterwold moeten oplossen. We zullen in Nederland meer woningen moeten creëren. Maar ik ga even vragen aan meneer Zonneveld of wat hij hiervan vindt. Dat mag. Nou, volgens mij om de woningprobleem in Zeewolde zelf op te lossen, daarop ga je ook bouwen in Zeewolde, hoef je niet hoef je niet zo fors te bouwen en door te groeien naar formaatje Dronten of zo. Dat hoeft echt niet. Dus voor in Zeewolde lossen we de problemen op voor de woningproblemen in Zeewolde en Oosterwold, daar maken we volume. En volgens mij kunnen we het daar best over eens zijn. Dan zeg ik, daar ben ik met u eens. Alleen dan nog steeds is het zo dat onze jongeren, het zijn allemaal mooie woorden, alleen onze jongeren kunnen gewoon geen woning krijgen. Geen huurwoning is er, zeg maar, in de particuliere verhuur. Je kan een hypotheek niet krijgen. En doorstroming is onmogelijk. En die gaan we bouwen. Ja, maar dan moet je wel fors in de woningaantallen gaan. Anders ga je het gewoon niet realiseren. We gaan even kijken wat een aantal dames over te zeggen heeft. Wenda Westerhuis. Ja, ik ben dan ook wel heel benieuwd, want jullie geven ook aan dat jullie heel graag 1/3, 1/3, 1/3 willen bouwen. En jullie gaan nu alleen maar bouwen voor jongeren. Dus hoe ga je die balans dan houden? En op het moment dat jullie zeggen van we willen 10.000 woningen in Oosterwold, maar we gaan hier niet meer bouwen, dan krijg je zeg maar straks gemeente Oosterwold met een kleine kern Zeewolde, waarin het dorpse karakter waar jullie aan vasthouden ook weggaat. Want dan is er een bestuur die vanuit Oosterwold het gemeente Zeewolde hier, waar wij als pioniers, waar wij hebben gebouwd, die gaan dan zeg maar bepalen hoe Zeewolde er hier uit komt te zien als wij Zeewolde klein houden en Oosterwold groot. Meneer Zonneveld. Nou, hier ook, wordt ook weer het verkeerde beeld neergezet. Dat merk ik iedere keer. Wij willen wel bouwen. U zegt weer Leefbaar Zeewolde wil niet bouwen in Zeewolde. Nee, dat is niet wat ik zeg. Dat is wat u zei. Nee, zegt, jullie willen 1/3, 1/3, 1/3. Dat ja, heb ik gehoord. Ja, en toen zei ze, want Leefbaar wil niet bouwen in Zeewolde. Dat is gewoon niet waar. Wij willen wel bouwen in Zeewolde. Iedere keer wordt dat verhaal zo neergezet. Maar wat bedoelt u dan, mevrouw Westerhuis? Want laten we het even jullie willen voor jongeren bouwen.
een derde willen jullie ook. Maar als je alleen jongeren gaat bouwen, dan gaat die verhouding van de een derde eruit. Want jongeren kunnen niet huizen betalen van meer dan 2 ton. Dus je moet ook dan, zeg maar voor die een derde, moet je ook de balans, en dat is ook de andere partij aangeven, in alle prijsklassen moet je gaan bouwen voor die doorstroom. Als jullie zeggen, wij willen alleen maar bouwen voor jongeren in Zeewolde en de rest gaan we naar Oosterwold brengen, dan is die verhouding eruit. En dan krijg je in Oosterwold een heel hele grote kern. En Zeewolde wordt dan een kleine kern die ondergeschikt is aan Oosterwold. Nou, dus om dat korte reactie, mevrouw Heukerien is hierna. We willen ook best overwegen om te kijken om die een derde iets anders te leggen. Als dat helpt om het probleem op te lossen. Het is geen, hoe noemen ze dat? Niet in beton. Niet in beton. Precies, dat staat niet als beton vast. Dus daar kunnen we best in schuiven om dat probleem van betaalbare woningen in Zeewolde bouwen op te lossen. Daar staan we best open voor. Kijk. Ik hoor een opening. Mevrouw Heukerien wil ook graag iets zeggen over deze kwestie. Nou, ik haakte even aan op Dronten. We hebben nooit gezegd dat we net zo groot willen worden als Dronten. Als we 250 woningen per jaar bouwen, dan zijn we in 2030... hebben we hier nog geen 28.000 inwoners. Dus geen stadse groei, geen overdreven dingen. Als u wilt bouwen, prima. U wilt 100 huizen per jaar bouwen, ook zodat uw kinderen hier kunnen wonen. Als u 100 huizen per jaar bouwt, dan bouwt u helemaal niet voor uw kinderen, dan bouwt u voor uw kleinkinderen. Want dan gaat u daar dus 25 jaar over doen om daadwerkelijk uw A-gebied vol te maken. Nou, daar denken we echt anders over. Nee, maar dat is gewoon de cijfers. Daar ben ik het niet mee eens. Meneer Zonneveld. En ik denk ook dat, en daar vergissen heel veel partijen zich hierin, wij hebben gewoon gevraagd aan mensen hoe zij het dorp voor zich zien. En dat is het groene dorp, dus niet bouwen in de bossen, en dat is organische groei. Daar staat veruit de meerderheid van Zeewolde voor. En heel veel partijen gaan daar gewoon van die kant aan voorbij, willen bossen kappen. Ja, daar gaan wij gewoon niet in mee. Maar de getallen die... U kunt dat wel framen. Nee, maar ho. U geeft aan dat u 2500 woningen wil bouwen. Mevrouw Heukerien, even wachten. U wilt wat zeggen? Want iedereen was aan het orakelen, dus dan... U geeft aan dat u wilt bouwen in het A-gebied tussen de DK en de Knardijk. Dat daar is plek voor 2500 woningen. Nou, u wilt er 100 per jaar doen. Nou, dan gaan we daar dus 25 jaar over doen. Klopt die regels op zich? Ja, dat klopt. Nou, dan bouwt u dus niet voor uw kinderen, maar voor uw kleinkinderen. Ja, we beginnen voor de kinderen uiteraard. Het is gek om eerst voor je kleinkinderen te bouwen en dan voor je kinderen. Serieus. Dus je gaat daar bouwen en dan los je daarmee het probleem voor betaalbare woningen voor onze jongeren op. En dan daarna bouw je daar verder. Dat is inderdaad hoe wij dat voor ons zien, ja. Nou, helder. Dank u wel voor uw standpunt. Uitwisseling, mevrouw Baas, u wilt reageren. Ja, dank inderdaad. Het valt me op dat er wordt gesproken alsof Oosterwold niet bij Zeewolde hoort. Maar volgens mij hoort Oosterwold gewoon bij Zeewolde. Dat als eerste. Je kunt het wel over aantallen woningen hebben en hele hoge ambities hebben. Volgens mij in de woonvisie worden er ook aantallen genoemd die behoorlijk ambitieus zijn. Dus prima. Maar je bent nog steeds afhankelijk van of dat in de markt wel mogelijk is. Dus er is tekort aan mensen, aan materialen. Dus voorlopig. Natuurlijk is het belangrijk, wij vinden het vooral belangrijk om te bouwen naar behoeften. Dus als het nodig is voor jonge mensen, voor starters, maar ook voor doorstromers, waar we het net al over hadden, waar natuurlijk die vraag over gesteld werd. Precies. Nou, al die categorieën, die moet je willen bedienen. Maar u ziet een ander probleem, dat het niet eens gaat lukken vanwege alle dingen die niet voorhanden zijn. Daar zijn we wel van afhankelijk, ja. Ja, dank u wel, mevrouw Van Brugge. Actief Zeewolde. Ja, als u in het A-gebied gaat bouwen, dan betekent dat er wat boerenbedrijven, een aantal, uitgekocht moeten worden. Dat wordt hele dure grond en er moet een wijngaard uitgekocht worden. En bovendien, die huizen die liggen langs de Gooiseweg. Dus die mensen die krijgen ontzettend veel meer last van de geluidsoverlast van de snelweg al daar. En bovendien is het verstandig om de verhouding in het dorp te houden. Dus er moet planologisch goed gekeken worden naar de opbouw van het dorp. Want je bouwt het maar nu. Als je nu gaat bouwen, bepaal je voor 100 jaar je dorp. En als je dat een langgerekt lint maakt, dan, we hebben het net over het centrum gehad, dan wordt ons centrum niet meer. Wat de bedoeling is juist, is om de verhouding weer goed in het dorp te krijgen, daarmee onze centrumvoorzieningen kunnen versterken, de bereikbaarheid van ons zwembad, de bibliotheek, de horeca en ons detailhandel. En dat is heel erg van belang
opbouw van je dorp kan je maar één keer doen. En dat moet volgens u met een visie die verder gaat dan alleen maar het is nu nodig, dus... Juist, dus daar moet heel goed over nagedacht worden. En juist denken in kansen en mogelijkheden. En vooral niet zeggen nee, 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 maar kijk nou eens naar je kansen. Want nee zeggen is heel erg makkelijk. Maar wat je nu wel wil, dat is van belang. Met een visie voor de toekomst van ons mooie dorp Zeewolde, met behoud van ons groene en dorpskarakter. Nou, er zijn een hoop punten. Ik weet niet of ik de tijd krijg om ze allemaal te... Ik denk het niet, maar u mag best reageren op het meest heikele. Dat we niet kunnen bouwen op landbouwgrond. Volgens mij hebben we met het datacenter gezien dat dat heel makkelijk kan. U blijft erover doorgaan. Ik snap het. Nee. Die begrijp ik ook. Ja. Maar we gaan daar nu niet... Nee, mevrouw Van Brugge. Ik kan Van de Brugge zelf zeggen, van de zenuwen. We gaan verder met het onderwerp. Nou, dan ga ik even door op het tweede punt. Graag. Dat is dat de nieuwe wijk komt langs de Gooiseweg te liggen, langs een drukke weg. Nou, dat is juist een kans die wij zien door daar een groenstrook te plaatsen, extra natuur te bouwen. Dat versterkt het groene en dorpse karakter van Zeewolde. Dus dat probleem kunnen we makkelijk oplossen. Dan begon nu ook nog over de wijngaard die er zit. Hoe mooi zou het zijn als er in die nieuwe woonwijk een wijngaard ligt? Dan hoeft die helemaal niet weg. Misschien dan is dat wel mogelijk. Kan je na je wijntje lopen naar huis, bedoel je? Precies. Ik heb het niet dus, gezien. Ik zie ook dat probleem niet. Heb jij het gezien in de programma's? Mevrouw Westerhuis. Wonen in de wijngaard? Nee, nog niet. Mevrouw Westerhuis. Hoe mooi zou het dan ook zijn om te bouwen in het bos? Dan hoeft het bos niet weg en dan wonen we in het bos. Ja, de enige manier om te bouwen in het bos is door de boomhutten in de bomen te zetten. En anders zul je echt bomen moeten kappen. Meneer Zonneveld, u moet altijd even wachten tot de voorzitter u het woord geeft. Verontschuldigingen. Dank u wel. Want ik vond dit een mooie inkopper. Dus nou mag mevrouw Baas nog even een vraag stellen. Want dat gaat ze doen. Ja, want ik vroeg me af of... ik hoorde mevrouw Van Brugge iets zeggen over die groenstrook langs de Gooiseweg. Nee, die wil Leefbaar Zeewolde maken, toch? Oh, ik dacht dat ik mevrouw Van Brugge er ook over hoorde. Nee. Maar altijd een goed idee. Ik meende dat ik toch echt iets hoorde. Want het is nog een motie van Jan de Zwaan, Partij van de Arbeid. Die al een tijdje op de plank ligt en die nog steeds moet worden uitgevoerd. Die groenstrook langs de Gooiseweg. Dus maar of er nou gebouwd wordt of niet, meer natuur is nooit verkeerd. Maar u heeft dus, eigenlijk wilt u ook vertellen hiermee, er zit wel degelijk een visie achter. En u geeft aan dat het niet zo is. Dus ja, nou mag precies. U nog even kort reageren, mevrouw Van Brugge. Ja, dat denk ik. Want ik hoor continu meneer Zonneveld zeggen van, groen, bomen gaat ons aan het hart. Nou, wij kunnen u zeggen dat dat ook ons absoluut aan het hart gaat. En wonen in het groen past namelijk uitstekend. Dat zien we op de Veluwe, op diverse plekken. En zelfs met betaalbare woningen in het groen. En dat zijn voorzieningen die nog helemaal niet zo lang geleden zijn aangelegd. Dus dat past perfect. En ook in Zeewolde. Het biedt meer diversiteit ook aan ons dorp. Hè. We hebben ons prachtig strandgebied. De wandelpaden, onze bossen. En juist die versterking biedt juist die mogelijkheden, die kansen. U ziet dat en die wel benutten zitten. Wij. U ziet het zitten. Ik absoluut. Hoor het. Meneer de Jonge, CDA. Ja, ik wou nog graag... Voor mij, mevrouw Baas, net gezegd, dat is volgens mij echt waar het om gaat, dat we ook gaan kijken naar inbreidingslocaties. Want uiteindelijk zal je kunt elke dat wijk... wat u daarmee bedoelt? Ja, dat je huizen gaat bouwen, ook zeg maar in bestaande wijken. En we moeten niet alleen maar uitbreiden in volume naar grootte, want het gaat inderdaad niet om aantallen. Maar het gaat erom dat je zoekt naar plekken, zeg maar, dat je jeugd ook weer in de wijken krijgt. En we zien nu gewoon dat je de wijk bijna kan typeren op leeftijd. We weten gewoon dat in Zuid de 60'ers wonen en dan loopt die zo op, zeg maar, per wijk. Want die staat namelijk in jaren zo gebouwd. Nee, het is niet helemaal waar. Dat klopt, er wonen ook in Zuid jongere mensen. Maar procentueel gezien klopt dat wel, hè. En ik zeg gewoon, dat als wethouder onderwijs. We zien gewoon dat de scholen in Zuid leeglopen. En dat de scholen in Noord exploderen. En als we daar een antwoord op willen moeten geven, is dat volgens mij dus ook in Zuid om te zorgen dat die wijken ook vitaal blijven. Dat er ook weer jongere mensen... En dat is gewoon met nieuwbouwwoningen, dat zorgt gewoon voor trek richting jonge gezinnen. Dat betekent dat je moet kijken naar inbreiding. En volgens mij moeten we dus gewoon niet ons fixeren op één gebied, maar proberen de samenhang in het dorp te houden door op alle plekken rondom de kern te gaan bouwen. En dan hoeveel aantallen, volgens mij moeten we eruit kunnen komen, naar behoefte, natuurlijk naar behoefte. Alleen nog steeds lossen we het probleem niet op van die jongeren die geen koopwoning kunnen krijgen, of van geen huurwoning, of geen woning om het particulier, omdat er niks is. Nee. En zo lossen we het probleem niet op als we alleen maar gaan kijken naar, ja, we bouwen er 100 per jaar. We moeten voor mij gewoon compleet kijken naar het dorp en dat de voorzieningen in stand houden en ook bouwen in Zuid. Dank u wel, meneer de Jonge. Mooi moment om nog even de partijen te vragen hoe zij aankijken tegen Oosterwold. Mag ik beginnen bij mevrouw Baas? Zeker. Oosterwold is een mooi voorbeeld van hoe je organisch kunt bouwen. En wij denken dat dat...
ook zoals dat aan de Almeerse kant is, dat dat voortgezet moet worden aan de Zeewolderkant. Dus wat ons betreft geen grootschalige woningbouw met woningen uit de grond stampen, maar voortgaan op de manier zoals dat nu is gegaan. En dan zie je ook dat als het gaat over het ruimtebeslag, daar worden wel dingen over gezegd, maar in feite neemt het net zoveel ruimte in als dat je de hoogte ingaat in een gemeente als bijvoorbeeld Amstelveen, want dan moet je heel veel groen compenseren om die hoogbouw te compenseren. Maar dus wat ons betreft... En onder regie van Zeewolde. Maar ja, nou, bij zulke grootschalige ontwikkelingen willen wij graag met onze inwoners in gesprek over hoe zij daar zelf over denken. Helder. Mevrouw Westerhuis, D66. Ja, wij denken dat Oosterwold gewoon wel heel erg belangrijk is als woongebied, maar dat we daar echt ook heel secuur naar moeten kijken. Net wat ik net ook al aangaf, we moeten mogelijkheden hebben daar voor woningbouw, maar laten we ook niet vergeten waar Zeewolde voor staat, dat we niet straks opgeslokt worden door Oosterwold. Zoals het nu wordt gebouwd, denken we dat we daar ook echt eventjes pas op de plaats moeten maken om komende periode daar gewoon met elkaar goede besluiten over te nemen. Om rekening te houden met de ontwikkelingen die er zijn vanwege de windmolens met de slagschaduw en al dat soort zaken. Maar er moet wel ook daar moeten ook wel gewoon gekeken worden naar woningbouw, omdat we gewoon met elkaar willen wonen. Wel bouwen onder regie van Zeewolde, maar eerst goed analyseren. Ja. Meneer Zonneveld. Nou, daar kan ik me grotendeels bij aansluiten. We willen er graag mee aan de slag. En ik denk de enige toevoeging die ik nog heb is dat we nou vooral de lessen die in Almere, die we uit Almere kunnen trekken, dat we die moeten trekken om het nog beter te maken. Uiteindelijk komt het dan toch neer op de visie als ik jullie allemaal zo uiteindelijk beluister. Maar we zijn nog niet klaar, we hebben zo nog een helft. Ja. Het Zeewolde deel van Oosterwold komt er heel anders uit te zien als het Almere deel. Deze grondgebieden zijn grotendeels in eigendom van projectontwikkelaars. Nou, die zien alleen maar natuurlijk centjes, dus die willen zo dicht mogelijk bebouwen. Dus dat komt er al anders uit te zien. En zoals mevrouw Westerhuis net al zei, recent is een kaartje onder de aandacht gekomen waar alle gebieden zijn ingetekend waar absoluut niet gebouwd kan worden. Door slagschaduws van windmolens, windmolens zelf, de Eemvallei, de vliegroute. Nou, er blijft zo weinig over, daar zijn we echt van geschrokken. En ik denk ook dat nu het moment gekomen is dat je je af moet gaan vragen en onderzoek van wat zin is voor us. Hè? Van, heeft dat zin om daar zoveel geld te gaan investeren? Want je moet je hele infrastructuur wel aanleggen. En komt die opbrengst er dan ook uit? Is dat betaalbaar voor Zeewolde? Want dat is op dit moment nu echt de vraag. Dus wij willen dat eerst helder hebben voordat je daar concreet aan de slag gaat. Onder regie van Zeewolde dus onderzoeken. En dan is het de vraag wat je ermee wil. Ja. Wil je het inderdaad behouden? Is dat verstandig? Ja of nee? Maar daarvoor is onderzoek nodig. Ja, stel je voor dat, dan wordt dat gebied veel groter. En wat blijft er dan nog van Zeewolde zelf over? En ook je eigen zeggenschap, je zelfstandigheid. En al die belangen die moet je goed meewegen bij elkaar. Onder regie van Zeewolde, laat dat duidelijk zijn. Het is onze gemeente en onze ook inwoners die er al wonen. Dat is er vooropgesteld, daar wonen al mensen. En die mensen die worden nu verrast zeg maar, met een ontwikkeling die eigenlijk gewoon niet meer hoort bij deze tijd. Het is verkwisting van landbouwgrond om op deze manier door te gaan. En het begint dan niet weer over dat datacentrum, want dat was namelijk strategische uitbreidingslocatie voor bedrijventerreinen. Dat komt nog wel, echt. Dit is landbouwgrond. En dit is echt verkwisting van landbouwgrond. De 10 fruitboompjes en 10 kippen. En dan zeg ik bij stadslandbouw aan het doen. Daar moeten we echt mee stoppen. We hebben deze locatie waarschijnlijk wel nodig als Nederland voor woningbouw. Maar dan moet je het wel zorgen dat de boerderijen en die erachter blijven, want er wonen gewoon mensen die daar wonen en werken nu al, dat die ook de mogelijkheid hebben om daar te wonen. En dat kan niet als je opgeslokt wordt door allemaal huisjes eromheen. En dan hebben we nog geen eens of je het mooi vindt of niet, want dat hoort niet. Hè? Maar het is soms te gruwelijk voor woorden hoe het eruit ziet. Nee, ja, dat is uw mening, ja. Het laatste woord aan mevrouw Hukkeri, de VVD. Nou ja, we zijn er gelukkig als raad op bezoek geweest om te kijken. En we hebben inderdaad wel voorbeelden gezien waar we van kunnen leren hoe wij dat in ieder geval anders zouden willen doen aan onze kant. Als VVD zijn we wel ervoor om te kijken ook naar clustering van functies, zodat je dat niet exact hetzelfde doet als wat Almere deed. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.
En daarbij is het ook wel lastig dat van bepaalde dingen hebben we wel gezien natuurlijk dat het toch wel handig is om als gemeente wel de regie te nemen. Maar in mijn beleving wil dat helemaal niet zeggen dat de gemeente dat ook betaalt. Hè. Ik bedoel, het idee is dat zij willen wonen, zij betalen ook. Alleen wij leggen het aan en sturen de rekening. Dus daar is het probleem wellicht niet zo groot. Wat natuurlijk wel bijzonder is, is dat je juist over de gezamenlijke delen alle zeggenschap hebt. En over je eigen perceel juist niet. Hè. Dat daar van de regels heel strak en streng zijn. Ja, nou ja, of dat zo liberaal is. Dat, Hartelijk dank, mevrouw Heukwiede, VVD. Jullie allen hartelijk dank voor deze heldere toelichting. Uiteindelijk gaat het allemaal om visie en kijken naar de toekomst. En vooral zorgen dat we ook de mensen die dat zo graag willen in ons dorp kunnen houden. De manier waarop we dat moeten doen is natuurlijk bij iedereen verschillend. Maar ja, daar zijn ook allemaal een verschillende partij en hebben we de verkiezing binnenkort. Ik wil jullie daarvoor bedanken dat jullie dit met elkaar wilden delen. En we gaan over naar het tweede deel van het debat. Participatie. Een belangrijk onderwerp. Zo is het. We kunnen er namelijk niet omheen. We zijn de afgelopen weken in de aanloop naar dit programma ook bestookt met berichten en e-mails over de besluitvorming rond Trekkersveld 4, het datacenter. Ook bewoners die vragen stelden in aanloop naar dit programma toe, was het onderwerp steeds kwam maar aan de orde. De raad heeft inmiddels instemmend besloten. De vraag is of die meerderheid ook onder de kiezers aanwezig is. We willen eigenlijk nu niet naar dat verleden gaan kijken. We willen naar de toekomst gaan kijken. We willen eigenlijk de vraag stellen aan jullie als lijsttrekkers voor de komende periode. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in het vervolg meer participatie wordt gebruikt bij grote beslissingen? En voor die vraag willen we graag het woord geven aan alle 6 lijsttrekkers. Wellicht beginnen bij mevrouw Heukwiede. Dank u wel. Nou, het is wel aardig dat u zegt van hoe willen we participatie invullen bij grote beslissingen. Maar ik denk juist dat de inwoners heel veel behoefte hebben aan participatie bij kleine beslissingen. Ze praten het liefst mee over de schutting van de buurman en over de boom van de buurman als hij wel of juist niet gekapt wordt, zeg maar. En daarin vind ik het best een worsteling dat op het moment dat je spreekt over participatie, dat je aan de voorkant ook heel duidelijk moet maken dat participatie niet per se betekent dat iedereen die meepraat ook daadwerkelijk zijn of haar zin krijgt. Dat, ja, als iedereen hetzelfde vindt is dat niet zo moeilijk. Hè? Dan kun je zeggen de participatie is geslaagd want we vinden allemaal hetzelfde. Dat is helaas meestal niet het geval. Hè? Meestal vindt iemand de een wat anders dan de ander. En ja, moet er toch een besluit genomen worden. En ik denk dat het wel van belang is dat we juist kijken dat op het moment dat het besluit genomen is, dat er wel participatie is geweest. Hè, bijvoorbeeld met, ook met stakeholders kan ik me voorstellen dat dat gebeurt. Maar dat je bij het besluit ook daadwerkelijk uitlegt wat de overwegingen zijn geweest en hoe de verschillende belangen hebben meegewogen in je besluit. En dat je dat in ieder geval toelicht, zodat degene die zeg maar even niet zijn zin heeft gekregen, zich wel nou ja, kan vinden in dat er wel geluisterd is naar hem. En dat hij misschien zelfs ook wel begrijpt waarom hij zijn zin niet heeft gekregen. Een democratisch besluit in feite. Ja, precies. En een democratisch besluit is niet altijd voor iedereen een leuk besluit. Ja. Jan de Jonge, CDA. Wat moet ik hier nou nog op aanvullen voor mevrouw Heukwiede? Nee, ik denk dat het begint erbij dat we duidelijker aan de voorkant gaan aangeven hoe wij de burgerparticipatie gaan vormgeven. Daaraan de inwoner dus meenemen in hoe we ze precies gaan betrekken. We hebben dat rondom Trekkersveld 4 hebben we dat gedaan volgens de normale geldende bestemmingsplanprocedure. Maar dat hebben we niet van de voorkant gezegd. Dus we hebben niet van tevoren verteld aan inwoners hoe gaan we u meenemen. Dat is als volgt. U krijgt de mogelijkheid om. Nou, dat veroorzaakt nog steeds niet dat iedereen ermee eens gaat zijn. Maar veroorzaakt wel duidelijkheid over hoe we burgers gaan betrekken bij verschillende onderwerpen. Want het is niet enkel en alleen groot, maar het is inderdaad ook klein. En het kan ook niet bij alle onderwerpen. En dat is ook de moeilijkheid waar we mee zitten, zeg maar. Als het gaat over hele grote, nou, misschien wel landelijke inpassingen, ja, dan kan je nog zoveel. Hè, we hebben het gezien bij het Jutteper, op de Jutteperlaan. Dat is een defensiezendcomplex, daar hadden we helemaal niks te zeggen als gemeente. Dat kwam er gewoon. En we hebben geprobeerd met Defensie nog, joh, maar daar wonen mensen omheen. En die mensen hebben last gehad van straling toen het een korte golfstation was. Alsjeblieft, heb daar nou aandacht voor, praat met die mensen. Maar dan heb je gewoon te maken met een landelijke regeling die zegt, en het komt er, en dit is de manier hoe het er komt. En dan is het proberen, ook maar ook daarin is het dan duidelijk zijn over hoe die participatie van inwoners er is. En ik denk dat we daarmee zullen moeten beginnen, nog duidelijker aan de voorkant. En dat zal betekenen, denk ik, dat we in elk, dat hebben we eigenlijk als college al tegen de ambtelijke coördinatie gezegd, zorg nou dat je echt in elk voorstel ook komt met hoe gaan we burgerparticipatie vormgeven? We moeten dat actiever
bijna op het BMW-voorstel. We krijgen allemaal voorstellen elke keer langs in burger bij burgemeester wethouder. Dat er elke keer het kopje staat, hoe gaat burgerparticipatie worden vormgegeven in dit proces. Mooi. Dus vooraf eigenlijk bij het proces gaan aangeven welke participatiemogelijkheden je gaat en dat tussentijds natuurlijk, hè, als je dan eenmaal bezig bent, dat tussentijds laten zien en daar ook op uiteindelijk aanspreekbaar zijn of dat dan ook uitgevoerd wordt. Mevrouw van Brugge, actief. Weinig meer op aan te vullen, denk ik. Hetgeen gezegd is, participatie is enorm belangrijk, communicatie. Maar goed, dat merk je ook vanavond in de gesprekken. De een hoort iets anders als dat de ander bedoelt. Dus dat blijft een zorgpunt, maar dat blijft absoluut een punt van aandacht. Daar moet je als gemeente aan blijven werken. Ook als politiek is enorm belangrijk. En zoals ook al eerder gezegd, dat betekent niet als er 100 mensen participatie gevraagd wordt en er zijn er 20 tegen, dat dan leidend is. En dat is altijd het dilemma. Wie heeft er nu gelijk en wie niet? En hoe ga je daarmee om? Maar daar is heel erg van belang de communicatie en hoe werk je samen met elkaar. Dus ook de vraag of je je gehoord voelt. Ja, absoluut. En zeker dadelijk in het kader van de nieuwe omgevingswet, daar moet een nieuwe participatienota voor komen. Want dat gaat heel wat betekenen, de omgevingswet. Er komt een grote verandering aan. En ook daar hebben de inwoners een andere manier van inspreekrecht en het meepraten op een andere manier. En hoe ga je dat vormgeven? Dat moet je met elkaar doen, samen met je inwoners. Dus dat kunnen we eigenlijk daar gaan zien, wat u betreft? Absoluut. Mevrouw Maas, ChristenUnie. Dank u wel. Ja, ik ben blij dat mevrouw Van Brugge al begint over de omgevingswet, want dat zou inderdaad ook mijn insteek zijn geweest. Het is een voorwaarde die de nieuwe omgevingswet aan ons stelt. Hij is al een paar keer uitgesteld, maar we gaan er toch maar vanuit dat hij een keer zal komen. Het gaat er wat ons betreft om dat bij participatie dat we inwoners serieus nemen. En dat we goed naar ze luisteren en ook duidelijk zijn over de verwachtingen die ze mogen hebben ten aanzien van participatie en van meebeslissen. En er zijn verschillende modellen voor. Ik denk ook dat het goed is dat als wij met elkaar zo'n nota of zo'n verordening vast gaan stellen, dat we met elkaar ook daar de keuzes in maken en duidelijk in zijn. En dat we ook aan de voorkant van verschillende processen die gaan komen, dat we aan burgers altijd goed duidelijk maken, dit is de mate waarin u kunt meebeslissen. En ik denk dat het duidelijk is. Lekker, helemaal duidelijk. Mevrouw Westerhuis, D66. Ja, er is natuurlijk al heel veel gezegd waarin participatie gewoon eigenlijk een containerbegrip is waarin zoveel past. Aan de voorkant communiceren, bekijken waar je over kan meebeslissen, hoe je daarover kan meebeslissen. Nou, er zijn heel veel gereedschappen voor wat wij ook graag zouden willen inzetten. Maar laten we ook niet vergeten dat ook volgende week een vorm van participatie is. Volgende week kiezen wij de volksvertegenwoordigers waar jij voor staat. Dat is onze verantwoordelijkheid om die vertegenwoordiging dan ook uit te dragen. Dus ook dat is een vorm van participatie. En dan zullen wij die komende periode ook zoveel mogelijk gebruiken om goed te peilen wat zeg maar de stand van zaken binnen bij de inwoners. En ook die verantwoording nemen om dat te vertegenwoordigen. Dus het is zo breed dat we daar eigenlijk nu niet in één keer in één avond over uit zullen zijn. En wellicht is dat een mooi item om volgend jaar ook weer over in debat te gaan. Maar dan zeg maar een heel uur over participatie. En dan kunnen inwoners ook vragen stellen. Nou, dan hebben we gelijk weer meer aandacht en meer betrokkenheid van inwoners. Meneer Zonneveld? Ja, nou ja, er is inderdaad al heel veel gezegd. Dus volgens mij de toevoeging die ik nog kan doen is dat we vooral heel vroeg moeten beginnen met participatie. En we moeten ook opletten dat we niet alleen maar informatie zenden, maar vooral ook in gesprek gaan met mensen om te luisteren wat zij vinden. En wat ik ook wel heel belangrijk vind, is dat je er ook echt iets mee durft te doen. Dus als er blijkt dat de inspraak onvoldoende is geweest, dat je dan ook nee durft te zeggen tegen een plan. Of als er echt een overgrote meerderheid tegen is, dat je dan ook nee durft te zeggen tegen een plan. Dus dat je ook echt wat durft te doen als partij met inspraak. Maar dat is denk ik het lastige als je spreekt over inspraak. Hoe bepaal je wat de overgrote meerderheid wil? Nou ja, de overgrote meerderheid is sowieso meer dan 50%. Dus de 20% is geen overgrote meerderheid. Nee, niet getalsmatig, hè, dat is duidelijk. Maar hoe bepaal je dat? Nou, bijvoorbeeld als voorbeeld wil ik woontoren aan Strandweg 11 noemen. Daar is aan omwonenden gevraagd wat zij daarvan vonden van dat plan. Nou, die omwonenden hebben in overduidelijk meerderheid gezegd, dit willen wij niet. De raad is daarin meegegaan. Er is ook tegengestemd
En toch is het plan doorgedrukt. En dat is nou een voorbeeld van hoe het niet moet. Wie wil erop reageren? Mevrouw Westerhuis. Nee, ik zag Jan op dit verhaal. Ja, u zegt dat u verbinding wil brengen en dat we het heel erg met elkaar eens zijn. En u zelf zoekt er echt op deze manier op zo weg te zetten. Hè? Want u zegt gewoon, er is een overgrote meerderheid. En het blijkt dat er een overgrote meerderheid is. En volgens mij is dat altijd, die mensen spreken alleen maar met uw partij. En als ze met de andere partijen spreken, hè, want ik hoor hier achter me ook iedereen, ja, maar dit is gewoon niet waar, hè, de Strandweg 11. Bij u is het altijd, dan moet er een mathematische hoeveelheid, en dat is dus 50%. U zegt het net zelf, hè, 50%. Dat zei u, ja, u nam het woord 50% maar, in de mond. Sowieso meer dan 50%. Precies, maar het is namelijk niet in de omgevingswet zo, dat je het participatie zegt niet als het 50% plus 1 is, en er is dus een meerderheid tegen, dat het dan tegen is. Er zijn verschillende afwegingen die je moet maken als algemeen bestuur. Eén daarvan is dat je participatie toepast. Daar zit dan zeg maar een belang aan vast. Maar het is niet zo, dat is echt duidelijk in de omgevingswet niet zo, dat je dan zegt als het de meerderheid is, is het dus nee. Want als we dat gaan doen, dan liggen we als Nederland compleet stil. Dat is precies niet wat we willen, want eigenlijk zegt de omgevingswet, het is meer ja mits in plaats van nee tenzij. En als we op deze manier denken dat het een mathematische exercitie is, ja, dan kunnen we de hele omgevingswet wel mee stoppen. Want dan kunnen we beter meteen gaan vragen aan de inwoners per referendum op elk plan wat je ervan vindt. Zo gaan we het echte probleem niet oplossen met elkaar. Nee, maar u gaf net ook aan dat het allemaal wat meer in de communicatie vanaf het begin eigenlijk al zo moet. Want ik hoor heel veel mensen zeggen, we moeten meer met die burger in gesprek. Maar op het moment dat het dan alleen de burgers zijn waarvan je zegt, die zeggen daar overal wat dan is het, dan is het natuurlijk de vraag. Dat grote zwijgende, grote gedeelte, die hoor je dan niet. En dat is natuurlijk altijd een spanningsveld, hè? Want u zegt nu, ik hoor dat niet van de strand. En u zegt van wel, ik geloof jullie allebei. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar dat is voor de kijker ook een beetje onhandig. Want nee, snap je? Want ik geloof dat jullie allebei zeggen zoals jullie het ervaren en zoals het is gegaan. En dan wordt het wel heel erg ingewikkeld voor de mensen thuis om nou te zeggen van wat, hè, mevrouw Hukkerien, misschien kunt u enige soelaas brengen. Het is de omgeving zal misschien niet altijd overdreven enthousiast zijn, want verandering roept meestal weerstand op. Maar ik denk dat er in ieder geval een hele grote groep mensen blij is dat de Strandweg 11 er wel komt. Dat zijn namelijk de toekomstige bewoners van Strandweg 11. En daar kun je nog niet naar luisteren, want die zijn er nog niet. Dus het is makkelijk om te zeggen van nee of het moet anders. Er zijn afwegingen gemaakt waarom het op deze manier wel is doorgegaan. En niemand wil, ik noem er iets, ondergronds containers. Eigenlijk wil niemand hem voor zijn deur. Maar we vinden wel dat hij er moeten komen. Dus als we inderdaad luisteren naar iedereen die zegt nee, hier moet hij niet komen. Nou, dan heb je draagvlak van 5 man die achter die container worden. Oh, dan komt hij er niet. Nou, dan schuif je 5 huizen op en die willen hem ook niet. Ja. Dan puntje bij paaltje staan we allemaal zelf ons vuil weg te brengen op Trekkersveld. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. En eigenlijk zegt u dan komen we dus nergens? Ja, eigenlijk wel. Mevrouw Westerhuis, u had net ook even... Ja, ik denk ook dat er soms mag worden doorgevraagd. Hè? En dat is volgens mij ook... mevrouw Prins is daar zelf heel hard mee aan de slag geweest. Ook in de toekomstvisie richting die deep democratie. Nee, we willen niet zeg maar de hoogte in. Maar we willen ook niet dit lege pand. Er zijn volgens mij heel veel gesprekken geweest, ook door de projectontwikkelaar, als we even gaan over de strandweg, van wat kan er dan wel? Daar zijn aanpassingen op gemaakt, dus je komt elkaar tegemoet. Volgens mij is dat een prima vorm van participatie, waarin wij zeg maar ook nog als raad invloed hebben mogen hebben door een advies te geven op een stuk waar we niet advies over hebben mogen geven. Dus we komen elkaar echt wel tegemoet. En dat is niet alleen vragen over naar het gewenste antwoord, maar dan ook doorvragen van, maar wat dan wel? Nee, we willen niet groeien, maar we willen wel voorzieningen. Nee, we willen niet groeien, maar we willen wel volle bussen naar Harderwijk. Er zitten tussenwegen in waar we naar moeten kijken. En dan moet je ook kijken van wat wil je dan liever? Waar wil je nu met z'n allen naartoe? En dan is het tussenwegen vormen. En dan is het dat, zeg maar, die informatie, al die afwegingen weer meenemen. Terug naar de volksvertegenwoordiging, zienswijzes indienen, die gesprekken voeren. En volgens mij ben je dan met elkaar bezig om ze wilde op te bouwen. Ik denk dat het een hele mooie afronding is. Een verbindende afronding. Zeker. Ik wil toch graag nog even kijken of de andere sprekers daar nog even op willen reageren. Mevrouw Baas, ja, dank u wel. Ik wil er inderdaad nog wel even op reageren. Want de term die bij mij boven komt drijven gaat over mede-eigenaarschap. Zodra je mede-eigenaar bent van een probleem, dan kun je ook mede-eigenaar van de oplossing worden. En ik denk dat participatie daar... Daar een heel goed middel voor is. En nogmaals, je moet aan de voorkant goed duidelijk zijn
Wat verwachten we van u en wat kunt u van ons verwachten? Maar ga met de inwoner in gesprek. Zorg dat je niet tegenover elkaar staat, maar dat je... voor ons is het belangrijk dat je als inwoner en overheid samen optrekt en samen Zeewolde bouwt. Helder. Dank u wel. Kijken we nog eventjes langs deze kant, Tom Zonneveld. Ja. Nou, ik denk vooral, we krijgen straks natuurlijk de nieuwe omgevingswet. En daarin zal ook wel inderdaad de uitdaging worden, ligt de uitdaging van participatie en inspraak bij de ontwikkelaar. Dus daar willen we ook heel scherp op zijn, dat er dan ook echt wordt gezorgd dat alle omwonenden, ook de stille meerderheid, dat die ook gevraagd wordt. Want die participatie is voor ons wel heel belangrijk om wel of niet voor een project te stemmen. Dank u wel. Mevrouw van Brugge, actief. Ook participatie is bij ons ook heel erg belangrijk. En dat verdient absoluut de volle aandacht, dus daar gaan we zeker aan werken. Maar van akte. Ja. Jan de Jonge, nee, ik denk dat alles is gezegd al. Daar heb ik niks meer te voegen. Mevrouw Hucklieden, aan u de afsluiting. Nou, ik zou zeggen, volgens mij is het managen van de verwachtingen van participatie wat heel belangrijk is. Het managen van de verwachtingen. Van de verwachtingen van de participatie. Daar sluiten we ons denk ik heel graag bij aan. Teleurstelling is het gat tussen verwachting en realiteit. Ja, zolang het hoop maar niet uitgestelde teleurstelling is. Precies, dank u wel. Daarom. Ja, goed, dit is denk ik het mooie moment om u allen als lijsttrekkers de kans te geven om uw pitch van 1 minuut te geven. Om duidelijk te maken waarom de kiezer op u moet stemmen. We hebben de volgorde hebben we al eerder door loting vastgesteld. En we beginnen de pitches met die van Actief Zeewolde. Dank u wel. Actief Zeewolde, de nieuwe lokale partij die vindt dat het anders kan, vooruitstrevend, vernieuwend. Belangrijk voor ons is woningbouw voor alle generaties, betaalbaar en duurzaam. Zorg en welzijn, we willen de zorg dichter bij huis georganiseerd, lokaal en professioneel. Dit zijn maar enkele punten waar wij wat van vinden en dat het anders kan en moet. Wat Actief Zeewolde betreft, moet het roer om. En daarom ook de oproep, ga stemmen. Op 16 maart Actief Zeewolde, want alleen met uw steun kunnen wij onze ambities waarmaken. Menna Westerhuis van D66. Haatmails, dreigende woorden, uitgemaakt worden voor dom wiggie of leugenaar. En dat allemaal vanwege andere meningen en inzichten tijdens democratische processen. Verharding in de politiek en in het debat. En zeker niet op basis van inhoud. Dat wil ik niet. Daar staan wij niet voor. Daar sta ik niet voor. Wij zijn een democratie. Een dankbaar voorrecht wat niet vanzelfsprekend is. Wat we moeten koesteren. Want nog geen 3000 kilometer verderop wordt er keihard gevochten voor democratie en autonomie. Voor ons een kans waar wij nu weer saamhorigheid kunnen laten zien. Om klaar te staan om onze medemens te helpen. Met boodschappen, met goederen, met onderdak of morele steun. Laat iedereen meedoen. Zeewolde heeft vaker laten zien dat wij dit kunnen. Laten wij die saamhorigheid dan ook nu weer zien met respect voor elkaar. Luisteren naar de inhoud en houd iedereen in zijn waarde. De democratie is er voor iedereen. Wij zullen niemand laten vallen. Ook niet die schreeuwende meerderheid die andere kernwaarden hebben dan wij. Ook hen laten wij in hun waarde. Laten wij vooral komende week stemmen en laat de democratie zijn werk doen. Meneer Zonneveld. Leefbaar Zeewolde. Ja, het zal niet als een verrassing komen dat wij staan voor betaalbare woningen, vooral voor onze jongeren. Dat gaan we uiteraard niet doen in het bos. Wij willen bouwen richting het noorden, want het blijkt dat Zeewoldenaren het bos en het dorpse karakter heel erg belangrijk vinden. Dus dat is ook een vorm van inspraak. We staan ook voor democratie en we staan ook voor inspraak. En wij durven ook nee te zeggen als er onvoldoende inspraak is. En nee te zeggen als de inspraak in overgrote meerderheid tegen is. En dan wil ik tot slot afsluiten met Oekraïne. Want ik heb wel gezien hoe mooi het is dat je kan stemmen. En dat we wel in een vrij land leven. Zij vechten ervoor daar en wij hebben het. Dus ik wil vooral afsluiten met ga alsjeblieft stemmen op maandag, dinsdag of woensdag. Dank u wel. Mevrouw Baas van de ChristenUnie. Ik geloof dat mensen tot bloei kunnen komen als zij zich verbonden weten met elkaar en met hun omgeving. Daarom is het ook zo schrijnend, mensonterend zelfs, als mensen zich eenzaam voelen. Ze komen niet tot hun recht. We hebben elkaar nodig in een samenleving.
oud, jong, arm, rijk, succesvol, zelfredzaam en als we hulp nodig hebben. Elkaar zien, gezien worden, daar gaat het om. Veel Zeewoldenaren weten dat en laten dat ook zien. Dat is waardevol en dat moeten we koesteren. Dat wat we als politiek doen, moet daar iets aan toevoegen. Niet afbreken. De gemeente moet inspringen en klaarstaan om mensen zo tot hun recht te laten komen. Initiatieven die bedacht worden door inwoners serieus nemen en aanvullen indien nodig. Keuzes uitleggen. Zo bouw je een samenleving. Ga alsjeblieft naar de stembus en breng je stem uit op 14, 15 of 16 maart. Mevrouw Grieden van de VVD, aan u het woord. Bouwen. Niet om het bouwen zelf, maar gewoon om de voorzieningen die wij hier in Zeewolde te behouden of beter te maken. Voorzieningen van ondernemers uit, zoals onze centrumondernemers, onze horeca, supermarkten, maar ook huisartsen en tandartsen. Of voorzieningen van de gemeente uit, zoals bijvoorbeeld sport, cultuur, prachtig nieuw zwembad het Baken, die we allemaal willen behouden voor ons dorp. Willen maken voor ons dorp. Voorzieningen waardoor het aantrekkelijk is om in Zeewolde te wonen, voor jong en oud. En ook de basisvoorzieningen moeten natuurlijk op orde zijn. En dan heb je het er gewoon over het ophalen van het huisvuil, de veiligheid, hopelijk een ambulancepost in de brandweerkazerne en dat soort zaken. Voor dat soort voorzieningen is een grotere samenleving nodig dan we die nu hebben. Om die voorzieningen in stand te houden, hebben we meer inwoners nodig. Dus als u net als wij blij zijn met dat soort voorzieningen, en als u net als wij wilt bouwen voor wie hier wil wonen en waar die dat wil, voor flexibiliteit voor ondernemers en voor een veilig Zeewolde, stem dan VVD Zeewolde op 16 maart. En op 14 en 15 maart mag dat natuurlijk ook. VVD Zeewolde blijft goed, wordt beter. Dank u wel. En meneer De Jonge van het CDA, aan u het woord. Ja, dan mag ik hem afsluiten. We wonen in een schitterend dorp in de schitterende gemeente Zeewolde met heel veel rust, ruimte en groen. Dat willen we allemaal, willen we dat alle politieke partijen willen dat behouden. Maar het cement van die samenleving zijn onze verenigingen, stichtingen, kerken. En die hebben het gewoon op dit moment zwaar. Coronatijd heeft hard ingegrepen op deze stichtingen en verenigingen en kerken. En ze hebben het moeilijk. En ik denk dat we als gemeente, en wij geloven als CDA, dat we als gemeente ook meer zullen moeten doen via onorthodoxe manieren om hen te steunen. En ook te zorgen dat ze het cement van de samenleving kunnen blijven. Daarnaast vinden we als CDA dat er meer verbinding moet komen tussen jong en oud. Verbinding tussen elkaar. Omdat we uiteindelijk samen ons mooie dorp mooi kunnen houden. Dat betekent ook dat we in dat mooie dorp een leuk en actief centrum moeten hebben, waarbij dat gemeentehuis nou echt een keer van een andere locatie moet. We zullen opnieuw moeten verbouwen en doe dat dan op een locatie die wel geschikt is, waardoor je een mooie plek creëert aan het water. Daarnaast geloven we in meer verbinding op heel veel verschillende plekken en dat willen we op onorthodoxe manieren, zoals gezegd, gaan bereiken. Stem CDA Zeewolde. Nou, dames en heren, u heeft vanavond van alles gehoord. En we krijgen als afsluiter nog de burgervader, werd hij al genoemd in ons draaiboek. Maar wij zeggen gewoon burgemeester Gerrit-Jan Gorter. Burgemeester, goedenavond. Wat vond u ervan? Nou, ik vond het een heel mooi debat. En als oud-politicus, want dat ben ik natuurlijk niet meer sinds ik burgemeester ben, dan jeuken mijn handen af en toe wel om er even op in te grijpen of opmerkingen te maken. Maar dat doe ik dan maar netjes niet. Want ja, dat is mijn rol boven de partijen. Dus, maar ik vond het dat de lijsttrekkers goed gedaan hebben. En als ze op dezelfde manier straks de komende periode met elkaar dat nieuwe gemeentebestuur gaan vormen, dan komt het allemaal heel erg goed. Wilt u tot slot nog iets zeggen aan de stemmers? Ja, aan de stemmers. Wat ik belangrijk vind is dat mensen een afgewogen oordeel gaan maken. Wij hebben geen one-issue partijen. Zo af en toe krijg je misschien wel een gevoel dat dat zo is, maar dat hebben we hier niet. Alle partijen hebben hele mooie programma's gemaakt. Ik kan alleen maar alle inwoners adviseren, lees al die programma's, maak een evenwichtig keuze. Onze lokale kranten hebben er ook heel leuk over geschreven, mooie verhalen over alle partijen. En dat geeft de mensen voldoende mogelijkheid om te zeggen, nou, daar ga ik voor. Want het gaat niet om terugkijken, het gaat ook met name om vooruitkijken. Vooruit
kijken voor de komende 4 jaar voor Zeewolde en misschien nog wel een periode daarna. En ik hoop dus dat de mensen dat gaan doen. Ik hoop op een hoge opkomst. Het is altijd een in Flevoland een wedstrijdje tussen Urk en Zeewolde, wie de hoogste opkomst heeft. Meestal wint Urk dat met 0,1% meer dan Zeewolde. Dat gaan we verbeteren. Ik heb vertrouwen op al onze inwoners, jong en oud. Kom naar die stembus, breng je stem uit. Maar niet alleen dat, breng je stem niet alleen uit. Maar die komende 4 jaar, hou ze eraan. Je hebt 6 partijen waar je uit kunt kiezen. En kom erop terug bij die partijen. Of het nou gaat over participatie, over woningbouw, over sport, cultuur, maakt allemaal niet uit. Maar hou die partijen eraan. En ik heb er alle vertrouwen in dat wij een hele mooie nieuwe gemeenteraad, een verfrissende gemeenteraad gaan krijgen. Want wij gaan ook lekker verjongen. Dat vind ik ook heel erg belangrijk dat gaat gebeuren. En daar maken we er iets goeds van voor Zeewolde voor de komende 4 jaar. Alle vertrouwen in. Dank u wel. Ja. Martine, het zit erop. Het zit erop. We hebben het gedaan. Weet jij nu wat je gaat kiezen? Laat ik me natuurlijk niet over uit. Nee, ik vraag niet wat je gaat kiezen, maar weet je het? Nee, ik laat me niet over uit of ik het weet. Oh, dat niet. Nee. Oké, ja. Nou, ik vrees dat ik er ook nog even over na moet denken, hoor. Ja. Maar ik wilde wel even zeggen, ik vind het gezien alles wat er gebeurd is de afgelopen periode wel nog steeds ontzettend fantastisch dat jullie je inzetten voor de samenleving, want je moet het maar willen. Hè, elke dag op de bühne en soms is het helemaal geen leuke bühne. En dat hebben we ook ervaren in de aanloop hier naartoe. Dat er soms best wel dingen gebeuren waarvan je denkt, nou, dat is niet mis. En ik vind het voorrecht dat ik dan voor jullie met Robert samen dit aan elkaar mocht praten. Maar vooral ook heel fijn dat jullie het voor de samenleving willen doen. Want het is nou niet iets waarvoor altijd maar applaus. Dus wij klappen graag voor jullie, maar dat doet natuurlijk niet iedereen. Dus ik vind toch even gezegd dat jullie gewoon dappere mensen zijn. Zo is het. Zo is het. Applaus. Dan zoek ik de man die vanavond ook heeft geopend, Wim van der Noord. Aan jou het laatste woord. Ja, dank Robert. Heel veel mooie woorden. Als organisatie hebben wij geprobeerd om er iets van te maken waar de kijker iets aan heeft. Want we doen het voor de kijkers. En voor alle aanwezigen hier. Zeker als ik kijk ook naar het laatste rondje wat daar zo al gezegd is. Daar werd ik oprecht blij van. En dat geeft ook mij en de burgervader, zeg ik dan, die zei het ook al, eigenlijk wel goede hoop dat het echt wat kan worden in die komende 4 jaar. Ik wil tot slot, want de kijkers die willen andere dingen gaan doen en een borreltje nemen, en dat willen wij hier ook, een compliment geven aan de LOZ. Want als ik zie niet alleen hoe fijn het was om samen te werken, om dit allemaal voor elkaar te krijgen, er zit veel werk in, maar als ik ook zie hoe een lokale organisatie inmiddels zo professioneel dit allemaal kan doen. Heel veel complimenten. En dan mag ook best een warm applaus blijven. En dan tot slot hoop ik van harte dat de kiezers er iets aan gehad hebben. En als ze het al een beetje wisten, ook prima. Maar maak in ieder geval de keus om te gaan stemmen. En het is gezegd, maar het kan niet genoeg gezegd worden, dat het democratische recht is een van de belangrijkste dingen dat wij dat hier in vrijheid kunnen doen en invloed kunnen hebben op hoe ons land en ons dorp geregeerd wordt. Beste kijkers, tot ziens. Wij gaan aan de borrel. Wel thuis, dank u wel. Hij zit erop. Ja, zeker.